Dank u wel, dames en heren. Dat is twee. Ja, graag gedaan. Zijn of spelen, dat is de vraag. Koning Lear. King Lear. Het stuk is ook in het Engels vertaald. De nar, de fool. Het Engels heeft niet een adequaat equivalent voor ons prachtige woord nar. Wilde ik die rol of wilde die rol mij? Om dit uit te vinden moest ik auditie doen. Ik kom in een donkere ruimte en ik voel mij zoals Marcel Marceau. Ja, ongetwijfeld zullen er in het land mensen zijn die niet precies weten wie Marcel Marceau is. Ik mag aannemen dat u hem allemaal kent. Marcel Marceau, dat was een Frans acteur, een slecht Frans acteur, een acteur français abominable. En om erger te voorkomen is eind 50 jaren op last van de Académie Française zijn tong uitgerukt. Bij deze uitdrukking maakte Marcel Marceau zoveel fysiek misbaar dat het publiek zei, ja, daar zien wij wel iets in. En zo is de pantomime ontstaan. De stille pantomime, le pantomime silencieux. Die later ontaard is in de heavy metal pantomime. Ik kom in die donkere ruimte en ik voel mij zoals Marcel Marceau bij zijn radiodebuut. Ik moet denken aan die blinde vrouw wier minnaar bij wijze van verrassing zijn rug in braille heeft laten tatoeëren. Plotseling vloekt het licht aan. Ik voel me doodongelukkig, want ik ben er niet op gekleed. Ik mocht van degene die de auditie afnam niks opzichtigs aantrekken, omdat hem daar het leuke niet in zat. Dat moest ik vooral niet denken. En zeker mijn vrouw niet. Over de schoenen hadden ze gelukkig niks gezegd. In afwachting van de eerste opdracht die mij vanuit de zaal verstrekt zal gaan worden, herschik ik mijn belangrijkste minpunten, omdat ik nu eenmaal graag in de smaak val bij iedereen. Gooi mijn haar in de war, een scheiding staat ons niet. Ik begin mijn neus leeg te peuteren. Want stel je voor dat die man straks vanuit de zaal zegt, praat eens even door je neus en er blijft een belangrijke zin achter een pulkje hangen. In Australië zijn ze zo bang dat er een vijandig virus of een gemene bacterie het land binnenkomt, dat vlak voordat het vliegtuig gaat landen, krijg je een plastic bakje op schoot en dan word je geacht allerlei dingen in te doen waar je in je lichaam met de hand bij kunt. En vlak voordat je de grens overgaat, wordt even gecontroleerd of je het goed gedaan hebt. Komt er iemand met zo'n vinger, die gaat zo je rechterneus gaat in, zo doe je voorhoofdsholte en die drukt het restje er zo door je linkerneus gaat weer uit. En als je het land weer uit gaat, krijg je dat bakje terug en dan kun je alles weer op de... En ik zit tussen Sydney en Singapore. Ik denk, wat ruik ik toch, hè? En dan had ik iets wat ik uit mijn oor gehad, had ik terug in mijn neus gestopt. Ik herschik mijn belangrijkste minpunt. Ik trek het vel van de balzak van de binnenkant van de dij. Een detail dat mannen nogal eens verwaarlozen. En waarmee ze hun levensduur ernstig inkrimpen. Manfred Langer is hier van het laatste voorbeeld. Ja, erg, hè? Ook leden van de koninklijke familie verwaarlozen dat gebaar nog alles. Er is niet altijd ruimte bij officiële gelegenheden om even zo te doen. Dat geef ik grif toe. Maar er moet toch ergens in de ridderzaal wel een deurtje zijn waar je even achter kan gaan staan om zo te doen. Zodat je in elk geval niet zo naar de troon hoeft te lopen. Ja, ik weet niet wat dames... Oh ja, je ziet wel eens dames bij een zwembad. Zie je de dames wel eens... komen ze uit het zwembad en dan staan ze... En dan krijg je dit geluid. Ah... Heerlijk, ik bel wel eens met een 06-nummer en dan vragen ze, wat wil je horen? Ik zeg, nou, doe maar een zwempak uit de bilnaad halen. Ik herschik mijn belangrijkste wind, ik trek mijn tandvlees omlaag, ik duw mijn aanbeien omhoog. Altijd in die volgorde. Ik was in China, dames en heren, een paar maanden geleden in China en daar liggen ouderwets en modern vlak naast elkaar. We zagen daar op straat, op een markt, hoe er nog tanden getrokken werden op straat. Met een nijptang, onverdoofd. En daarnaast was een soort ruimtevaartachtig
steintje met een, op een boom, een poster met allemaal maanlandschap en een tafeltje met astronautenzalf, zo leek het. Maar bij nader inzien waren die maanlandschapjes allerlei soorten van aanbijen en die zalf was ter bestrijding daarvan. Maar die zalf, liet ik me vertellen, was zo gemeen, zo gluiperig bijtend, dat de mensen die aanbijen hadden, die lieten ze nog liever bij de tandarts trekken dan die zalf te gebruiken. Ik sta daar in afwachting van de eerste opdrachten. En opeens hoor ik iemand van achter uit de zaal zijn keel schrapen en zeggen: doet u eens gek. Dat vond ik een oneerbaar voorstel. Doet u eens gek. Ik bedoel, als het er spontaan van mocht komen, soi. Ik bedoel, een paar maanden geleden op het plein van de Hemelse Vrede in Peking heb ik zo 500 Chinezen aan het lachen gemaakt. Ik weet niet of u het plein van de Hemelse Vrede een beetje kent. Nou, je hebt, zeg maar, aan de ene kant heb je het mausoleum van Mao, hè, over humor gesproken. En dan daar tegenover heb je een soort verkleed tentje waar de toerist zich in de oude kleren van de keizer kan hullen. En dan kan je een polaroid van jezelf laten maken. Dat mogen alleen toeristen in China, want als alle Chinezen één polaroid van zichzelf lieten maken, dan was de hele zilvervoorraad in de wereld op. Dus ik kom dat tentje uit. En die Chinezen die hebben het niet meer. Ik zal u even laten zien. Ik had daar dit hoedje had ik daarbij op. En die, ja, als u het niet leuk vindt, u moet zich niet gaan forceren, hoor. Dat u gaat lachen om mij een plezier te doen, dan zijn we verkeerd bezig met elkaar, dames en heren. Hè? Omgekeerd moet ik ook niet het gevoel hebben van: oh jee, ze lachen niet, ze vinden me niet leuk. Ik bedoel, dit moment moeten we even heel goed met elkaar proberen door te komen. Nee, ik bedoel, laten we dit even heel goed onderling uitspreken. Dat ik niet een achterdochtig gevoel hou van: oh, wat is er met dat publiek vanavond? En dat u niet denkt, hij probeert leuker te zijn dan hij in wezen is. Dat we dit even... Ja, ik geloof toch dat de paranoia zich een beetje vastgebeten heeft. Nou ja, dat valt dan wel weer mee. Zo. Dus ik zal nog even laten zien. Ik had er nog een, keizerlijke mantel bij aan. Die zou ik ook even aantrekken. Dan wordt het iets, iets duidelijker. Ja, dames en heren thuis, rustig maar! Het is bekend van het televisiepubliek dat ze na 15 seconden onrustig beginnen te worden. En dan gaat hun handje op zoek naar de afstandsbediening. En dan willen ze gauw over naar een net waar sneller gemonteerd is, begrijp je? En zo kom ik dat verkleedhokje uit. En die Chinezen die hebben het niet meer. Ja, u kan wel proberen te lachen, maar u snapt helemaal niet waarom dit leuk is. Dat komt namelijk omdat deze hoed heeft niets met deze mantel te maken. Dit is van twee volkomen verschillende dynasties, begrijp je? Dat slaat helemaal nergens op. En als je dat dan weet, is dat heel... Voor ons zou het bijvoorbeeld net zoiets zijn als bijvoorbeeld wanneer de paus op het bordes zou verschijnen met een nazi-helm op. Nou, dat zou nog wel kunnen. Dat zou nog wel kunnen. Maar dit kan absoluut niet. Absoluut niet. Dus ik dacht, ik heb succes, hè. En ik weer dat tentje in. En toen zag ik nog een hoedje, toen kwam ik er zo uit. En ja, vonden ze ook heel leuk. Dan komt die Chinezen, hebben iets met konijnen. Ik weet niet precies wat dat is. Dus ik weer, ik dacht, dan heb ik nog één kans. En toen had ik nog een busje gezien. En toen kwam ik er zo, kwam ik eruit. En ja, dat was een enorme shock voor ze. Enorme culture shock. Opeens zagen ze, zeg maar, de beide regimes tegen elkaar uitgespeeld. Ze hebben allebei evenveel slachtoffers gekost, zo'n kleine 100 miljoen het regime. En dan ziet dit er nog een stuk aantrekkelijker uit, vindt u niet? En het leek wel alsof ze opeens collectief spijt hadden van de hele culturele revolutie. En hier en daar hoorde je gemompel in hun ogen. Eigenlijk is Mao een ongelooflijke lul, hoor ik zo hier en daar. Vrij vertaald. En ik zei al, in China liggen ouderwets en modern ongelooflijk dicht bij elkaar, want je zag er oude vrouwtjes lopen met een enorm bos hout op hun rug. En toen, ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. En toen dacht ik, hoe komt dat op zo'n rug? Want ik kon me niet voorstellen dat ze 's morgens vroeg zo ruggelings op dat hout gingen liggen, dat hij met twee touwtjes zo vastmaakte.
En dan de knietjes optrekken en dan de buikspieren aanspannen en dan die voetjes zo ver mogelijk wegschoppen. En dan dat kopje er zo bij halen. Ik kon me niet voorstellen dat het zo ging. Dus ik 's morgens vroeg achter zo'n vrouwtje aan en die gingen dan al heel vroeg gingen die naar een cargo terminal. En dan gingen ze dan zo gereed staan en dan kwam er zo'n vorkheftruck met een pallet met hout. En die werd dan op zo'n rug gezet. En dan gingen ze zo lopen. En dan kwamen ze s'avonds bij een trechter aan. En dan werden ze door zo'n grijparm met dat hout zo beet gepakt. En met oud vrouwtje en al zo... Ja, ze zijn er al heel ver met de recycling in China. En dan maken ze dan wc-papier van. Want je denkt wel eens, hoe komt dat papier zo geribbeld, hè? Nou, dat komt niet door het hout. Het verkeer is ook zo waanzinnig ouderwets. Je ziet er al stoplichten, dat hebben ze. Met rood en groen. En als het licht daar op rood gaat en hier op groen, dan gaan ze hier rijden. Maar dan denken die mensen die bij rood stilstaan, ja, als die gaan rijden, dan gaan wij ook rijden. En de wegen zijn opgebouwd. Helemaal aan de rechterkant heb je de Ventweg. Daar lopen die oude takkenwijven. Daarnaast heb je paard en wagen. He, voor als er zo'n oud vrouwtje niet meer kan, dan wordt die op zo'n wagen gesmeten. Daarnaast heb je de fietsers, duizenden fietsers, daarnaast de auto's. En daartussendoor rijdt dan het tegemoetkomend verkeer. En wij gaan met een taxi, we gaan op zoek bij die kleinsoldaatjes, die terracotta warriors. En wij moeten opeens rechtsaf en die chauffeur die gaat rechts en die snijdt toch zo'n paard en wagen af, zeg. Nou ja, de wagen die kwam achter het paard aan, dus hij ging inderdaad wel ruim voor die wagen langs, dat is waar, maar... Sneek dat paard af, nou, zo heb ik alleen mijn slager het nog maar zien doen. Ongelooflijk! En ik dacht, dat gaat niet goed, maar dat paard nam een sprong. Ja, je kan het je niet voorstellen. En die wagen ging er achteraan met al die oude wijven met die takken erop, zo. Zat nog helemaal achterop, een mannetje die zat daar nog dumplings te maken. Ging over die taxi heen, hier springt het stoplicht op groen. 3000 fietsers beginnen te rijden. Die paard en wagen, dat komt allemaal zo neer. En die fietsers knijpen zo samen. Rijden onder dat paard en onder die wagen door, ja. En dit nummer komt nou met Pasen met het staatszegers naar Carré. Ik sta dan op dat plein van die hemelse vrede. En ik hoor die mensen maar... En dan beginnen spreekwoord te worden. Eigenlijk is Mao een ongelofelijke lul. En ik hoor politie-sirenes. En die Chinezen die stuiven uit elkaar. Ik hoor het geratel van rupsbanden. En er komt een tank recht op mij afgereden. En ik sta helemaal alleen op het plein van de hemelse vrede. En ik doe zo. Misschien kunt u zich die foto nog wel herinneren. Het is jammer voor mij dat hij van achteraf genomen is. Anders was ik wereldberoemd geworden. Maar ja, als hij van voren genomen was, had die tank er misschien niet op gestaan. En dan weet ik weet niet of u dat weet, maar er zit dan zo'n microfoon aan zo'n tank. Weet je wel, dat lange ding met het gat aan het eind. Dus ik pak die microfoon zo naar beneden. En ik zeg, wie hier één vinger naar deze brave dissidenten durft uit te steken, die krijgen met mij aan de stok. In Nederland zei ik dat natuurlijk, hè? Want ik ben wel leuk, maar niet gek. Doe eens gek. Mijn moeder kon ook altijd van die stomme dingen vragen. Ah ja, op familiebijeenkomstjes. Ah joh, doe jij even gek. Ik heb het bij zo'n gelegenheid een keer in mijn broek gedaan. Ik was 1 jaar en mijn moeder stond maar. Wat doet hij dan? Ik denk, ik scheid mijn hele luier vol. Veel meer kon ik ook niet. Doe eens gek. Laat ik wel of mijn hele talent uit mijn weg stroomt alsof het zeggen wil voor dat soort stommiteit. Dat ben ik niet bedoeld. Het hele idee om in een dierlijk brein een menselijke geest te laten evolueren is mij vreemd. Als ik mijn neus zou snuiten, zou mijn hersenen zo in mijn zakdoek weglopen. Ik zou zonder probleem Australië binnen kunnen. Doe eens gek. Volkomen leegte overvalt mij, waar een beetje zen-boeddhist zich zijn hele leven op suf mediteert, overkomt mij een luttele moment. Total emptiness of mind. Toppunt van zen. Doe eens gek. 10 minuten sta ik daar.
roerloos. Na 15 seconden beginnen de mensen onrustig te worden. Dan gaat hun hand op zoek naar de afstandsbediening die meestal rust in de schoot van één der kinderen. Daarom is de incest ook zo onrustbarend toegenomen. En na 10 minuten, als ik vrijwel klinisch dood ben, zegt die stem uit het donker van de zaal: doet u nu maar weer normaal. Thank you.
wind kwam ik een paljas tegen. Een snoeshaan, een snuiter, een snijboon, een kwast. Wie is die Quibus? Vroeg ik aan tafel. O, zei de tafel. Dat is een fantast. O, had ik de schaamteloosheid van nudisten. De revolutionaire wil om op te staan. Dan lag ik niet in mijn nest te rotten, verlamd door de vraag, wat trek ik aan? O, had ik de vrijheid van een zwerver, de wil tot lopen van iemand zonder been, dan stond ik niet te weifelen op het kruispunt, verlamd door de vraag, waar zal ik heen? O, had ik anorexia nervosa of een perforatie van de maag, dan stond ik niet te aarzelen voor de schappen, jongens, wat eten we vandaag? O, had ik kanker in mijn aderen, een onvermoede tumor in mijn kop, dan zat ik niet te schuiven met die asbak. Asbak, steek ik er nog eentje op? O, 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 had ik het geheugen? Ik ben een vriend van mijn geheugen dat ergens zetelt in mijn kop. En als de stemming daartoe nodigt, halen wij herinneringen op. Als ik plotseling moet plassen en denk, waar zat ook weer mijn gulp, schiet in een fractie van een seconde mijn geheugen mij te hulp. Chinezen hebben geen ritssluitingen, want als alle Chinezen tegelijk hun rits omhoog doen, komt er zoveel warmte vrij dat de ozonlaag in één klap verdwenen is. O, kon ik mijn onvolmaaktheid accepteren zoals de gebochelde zijn bult. Dan zat ik niet te zeuren bij mijn psychiater, Siegmund. Is het allemaal mijn schuld? O, had ik de blues van jonggeliefden, van een afgewezen minnaar zijn melancholie. O, had ik maar, o, had ik maar. O, had ik maar een beetje. O, had ik maar een beetje fantasie. Op mijn 13e had mijn vader een dag voor mijn opvoeding uitgetrokken. Een dinsdag. Ik was voor de tweede keer in de eerste klas van de HBS blijven zitten. En ik zoog al duim en ik rookte nog. En mijn vader was zo bang dat mij in mijn onschuld iets zou overkomen waar vooral mijn moeder erg veel verdriet van zou kunnen krijgen, dat hij besloot mij te stichten in de hardste leerschool des levens, de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. En de opvoeding begon al onmiddellijk in de trein. We zaten in dezelfde coupé, mijn vader en ik. En die conducteur komt binnen en die houdt zijn hand zo op. En mijn vader legt zijn kaartje erin. Die conducteur knipt er een gaatje en die geeft het terug. Mijn vader stopt het in zijn pochetzakje. Die hand komt bij mij. Ik kijk vol vertrouwen naar mijn vader. Gewend als ik ben dat er voor me gezorgd wordt. En mijn vader zegt, ja, ik vond het zo gek dat je geen kaartje kocht. Het zweet breekt me uit. En die conducteur komt maar dreigender voor me staan. Nou had mijn moeder mij bij vertrek 2 kwartjes meegegeven met een gezicht van zo, joh, dan kan jou vandaag niks gebeuren. En ik diep dat bedrag onderuit mijn zak op. En ik laat ze aan die conducteur zien die ernaar kijkt met een blik die hem vandaag de dag op een messteek of 6 zou komen te staan. En ik krijg het steeds benauwder en tenslotte gaat mijn vaders hand naar zijn pochetzakje en daar komt mijn ongeschonden treinkaartje tevoorschijn. Hij geeft het aan de conducteur en die 2 volwassenen die wisselen een paar blikken uit die ouders in die tijd paraat hadden om onbegonnen werk als opvoeder te communiceren. En die de jeugd van vandaag de dag onmiddellijk de kindertelefoon doen grijpen om hun advocaat te bellen. Die ervoor moet zorgen dat hun ouders het huis uitgezet worden en dat zij er kunnen blijven wonen met behoud van hun uitkering. Ik zit boordevol vragen. Maar mijn vader die zit zo intens uit het raam naar de passerende Ford-fabrieken te kijken dat ik zijn taunusdroom niet durf verstoren. En we komen aan bij het station en we stappen uit. Dat ging zo in die tijd. En dan liep je onder het station door. En dan had je vlak voordat je het station verliet een huisje. En er zat een man, zeg maar een soort stationschef. Ze bestaan al lang niet meer. In Rotterdam hebben ze daar nog een tijdje een dominee voor gehad.
En die neemt dan de kaartjes in ontvangst. En dan moest je, als je retour had, moest je dat kaartje zo eindeloos door midden vouwen. En dan moest je de heenreis aan die man geven. Omdat ze bij de spoorwegen doodsbang waren dat onmiddellijk nadat je het station uit was, dat je dan keihard naar huis terug zou rennen en de heenreis nog een keer gratis zou maken. Ja, het was vlak na de oorlog. Ze waren zo paranoia als de pest bij de spoorwegen. Want in de oorlog was dat treinreizen totaal uit de hand gelopen. Dus de teugels gingen aan. En op dat aantrekken van de teugels heb je toen in de 60e jaren heb je die enorme overreactie gehad vanuit een soort overtolerantie is ontstaan. En als ik het goed begrijp gaan ze nu in 95 de zaak weer een beetje aantrekken. Tenminste, als ik de kranten mag geloven. Ik weet niet of u de krant wel eens leest. Ik niet, maar wel de advertenties. En zo viel mij een paar weken geleden deze advertentie op. Ik weet niet of u hem gezien heeft. Het gaat over een hele pagina. 15 november 94. En er staat, hier staat: vanaf 1 januari gaat u met een andere trein. Dus daar was ik wel even benieuwd naar. Als automobilist, hè? Ja. Nee, want je rijdt wel eens auto, weet je, dat je dan zo'n trein komt. En dan denk je, zou dat nou dezelfde trein zijn, weet je wel? Maar vanaf 1 januari is dat dus een andere trein. Nee, maar het is goed dat je voorgelicht wordt, hè? Want stel je voor dat ze opeens met de wielen langs de bovenleiding gaan rijden. En dat jij zo in die auto en dan kijk je zo... Nou, je zou de grootste ongelukken krijgen. Met ingang van 1 januari 1995 introduceert NS, dat zijn de Nederlandse spoorwegen, een aantal nieuwe reisregels, tussen aanhalingstekens, waardoor het reizen per trein anders wordt dan u gewend bent. Nou, ik heb in 1958 mijn laatste treinreisje gemaakt. Ik kan niet zeggen dat daar een gewenning uit is ontstaan. En ik begrijp ook meteen waarom. Dat komt door die reisregels. Daar hou ik namelijk niet van. Oké, in de auto natuurlijk. Je hebt verkeersregels, maar die bepaal je zelf. Ik vind dat introduceren vind ik ook zo pedant. Introduceert NS, ik weet niet of u Genesis een beetje kent. Maar dan heb je dat Mozes, weet je wel, die komt dan met die stenen tafelen van de berg af. Dan staat er toch ook niet, God introduceert de 10 geboden. Wow, onzin zeg. We zijn hier, hier zijn we nu, hier. Omdat iedere reiziger met deze reisregels, hier zijn de aanhalingstekens al weggelaten, want wij kennen het begrip, omdat iedere reiziger met deze reisregels te maken zal krijgen, is het nuttig dat u weet waar het om gaat. Ik zal de zin nog één keer voorlezen. Omdat iedere reiziger met deze reisregels te maken zal krijgen, is het nuttig dat u weet waar het om gaat. Volgens mij is dit een zin van de NS aan het reclamebureau. Daar hebben we helemaal niets mee te maken. Maar die man die was na één regel al zijn opdracht kwijt, begrijp je wel? Die dacht hier al, waar gaat het eigenlijk over? We zijn nu hier, hier zijn we nu, hè? Hier. Gaat door tot hier onderaan, ziet u hier. En dan is dit helemaal een plaatje, zie je wel? Dat is gedaan omdat 75% van de Nederlanders is analfabeet. Begrijpt u, daarom hebben ze dat zo opgezet. Dit is een foto hier. Hebben ze hier boven in de lucht, hebben ze met een vliegtuig, hebben ze die tekst geschreven. Zie je hier. En dan hier onderaan, dat kan u nauwelijks zien. Hier onderaan zie je twee treinen tegen elkaar aanrijden. Hier, ja, of ze zitten aan elkaar gekoppeld. Maar ja, dat kan je op een foto natuurlijk niet precies zien, hè? We gaan hier verder. NS is hard op weg een zelfstandig bedrijf te worden. Daar schrok ik heel erg van die zin. Nee, maar je gaat toch altijd maar een beetje... Je gaat in die trein zitten en je denkt, ik zal wel komen. Maar wie bepaalt dat, begrijp je wel? Dat je er staat zo'n bordje halen hebt, dus je stapt in. En op het laatste moment zegt iemand, nee, naar Hilversum met dat ding. Dat heeft de NS niet zelf voor het zeggen gehad. Bij die verzelfstandiging hoort een beter product voor onze klanten. Oh, kotsmisselijk van dat soort teksten. Een product, onze klanten. Je bent toch een reiziger en je maakt een ritje. Dan ben je opeens een klant die een product aan het consumeren is.
en een beter product voor onze klanten. Daarom verandert er binnenkort het een en ander. Ja, dat weten we nou zo langzamerhand wel. Toch niet te geloven. Altijd die ander. Er moet altijd ook maar veranderd worden. Daar ben je ook zo gek van in dit land hier. Het onderwijs is sinds de oorlog 650 keer geheel veranderd. Ze gaan in 96 op de lagere school weer taal en rekenen invoeren, heb ik gehoord. En bij het toneel weet je na de pauze al niet meer of je voor de pauze hetzelfde stuk gezien hebt. Zo snel gaan de veranderingen. De spoorwegen moeten ervoor zorgen dat er een voertuig op wielen over twee ijzeren staven van A naar B gaat. En in de praktijk blijkt het al moeilijk genoeg om die wielen op die ijzeren staven te houden. Ik zou zeggen, ga je daar nou eerst eens op toeleggen, ja? En als je dat kunstje nou helemaal onder de knie hebt, ga dan eens denken aan verandering. Wel eens een tijdje met de zijkant over de rails of zo. We zijn nu hier, hier zijn we hier. Kaartautomaten op alle stations. Kaartautomaten, want dat vind ik nou jammer. Want de enige romantiek die treinreizen had, is dat je wel eens met een vreemde ging toepen of klaverjassen in de wachtkamer. Daar zijn dus nu kaartautomaten voor gekomen. Sta je opeens zo'n koudtochtig perron met drie van die ijzeren dingen om je heen zo. Wie moet er schudden? Zo heeft u altijd een kaartje, ook als het loket gesloten is. Het is dus niet langer nodig om een kaartje bij de conducteur te kopen, waardoor hij meer tijd krijgt voor service. Ik wil geen service. Ik wil, als ik in de trein zit, lekker even een tukkie doen. En niet om de drie minuten. Wil u nog service? Sodemiet erop, man. Ga de play schoonmaken, gek. Ja, dat schijnt in de trein ook altijd een zootje te zijn, hè. Met van die remsporen in de pot en zo. Ja. Ja, ik begrijp wel hoe dat komt. Je wil net gaan zitten. En dan zie je opeens die rails razen. Oh, denk je. Waardoor hij meer krijgt tijd krijgt voor service. Zoals het geven van informatie. Ik zal even eerlijk zijn, want ik heb een paar weken geleden heb ik stiekem een treinreisje gemaakt. Ja, nee, dan komt mijn auto, die was, ik had een 250.000 kilometer beurt of zo. En die auto van mijn vrouw, die was ook weg. Er is altijd iets met, ze heeft een open dakje, ik heb haar een open dakje gegeven. Nee, maar doordat die ozonlaag zo afkallen, wordt het steeds warmer. Dus ik zeg, je moet een open dakje nemen. En dat is steeds stuk. En dus haar auto was ook weg en de kinderen waren ook allebei met de auto, hadden ze iets, ik weet niet precies. En de tuinman die was altijd anders met de tractor, die was er ook niet. Ik moest even met de trein. En gouden regel, kom nooit op een holletje een station binnen. Laat nooit aan de loketist merken dat je haast hebt. Als je namelijk zo aankomt lopen met het loket, dan hebben ze zo'n draaistoel en is het meteen van... Dus zodra je daar binnenkomt, beheers je zo langzaam mogelijk lopen. Hou het zo langzaam dat diegene achter een loket iets krijgt van... Dit, ja, dan heb je ze, hè? Maar pas op met praten. Niet eens, ik heb een retour halen. Dat moet je niet zeggen. Heeft u misschien van mij een retour... Maar ik zei, ga even een retour halen. En toen zegt de juffrouw... Mag ik u opwijzen dat twee keer per maand op de oneven weekenden... voor grootouders in bijzijn van tenminste vier kleinkinderen... waarvan de oudste die ouder 14 en de jongste die ouder 4... een hele leuke korting op het traject Groningen-Rode School is? En toen gingen ze me aan zitten kijken met zo'n blik van... hou je niet ongelooflijk veel van mij? Ik zei, toen u Rode School zei, toen reed mijn trein weg. In- en uitgangcontrole. We zijn nu hier. Hier zijn we hier. Vanaf 1 januari gaan we meer controleren. Let op, nu gaan ze dreigen. We gaan meer controleren. Niet alleen in de trein, maar ook bij het in- en uitstappen. Dus je gaat 's morgens om 3 uur, begeef je hier naar het station. Ja? Je komt heel rustig het station binnengelopen. Je moet als het ware de cassière zien binnenkomen die aan het werk gaat. Ze gooit het loket open
En dan sta je met die koffers en dan kom je zo dat perron op. Weet je wel, twee Samson uit die loodzwaar zijn. Omdat er om een of andere reden een paar olifanten op moeten kunnen staan. Onder mijn oksels heb ik de beauty cases van mijn vrouw. Onder allebei de oksel heen, dan heb ik geen deodorant nodig. Tussen mijn tanden hangt het vogelkooitje, want de vogel kunnen we niet alleen laten. Ik wil net de trein instappen. Wat nou nog? Een kaarsje. En ik heb mijn vogel geleerd, die kan zijn kooitje 5 minuten hoog houden. Natuurlijk nooit met je kaartje vinden, dus ik... Nou, knipbare gat in mijn kleren ergens. En dan heb die trein het hele zootje, weet je wel, in dat bagagerek. En dan weer controle en dan er nog weer een keer uit. Het is daarom belangrijk dat u uw kaartje bewaart... totdat u het station na aankomst verlaten hebt. Dat is wel heel prettig dat ze daarbij schrijven na aankomst. Dat hebben ze er van mij bij gezet, omdat ik het station vaak al voor vertrek verlaten heb. Vanaf 1 januari is het perron alleen toegankelijk voor mensen met een kaartje. Zo geven we het perron weer zijn oorspronkelijke functie terug. De plek waar onze klanten in- en uitstappen. Dat hebben ze erbij gezet, omdat er een aantal perrons in Nederland in een diepe identiteitscrisis zaten. Daar raasde de hele dag maar treinen langs en die perrons die lagen aan. Wat doen wij hier eigenlijk, begrijp je? En dat hebben ze hier duidelijk verwoord. En uitgezwaaid worden, want dat mag natuurlijk wel. Hé, dat is opeens een merkwaardige versoepeling van de reisregels. Komt zomaar uit de lucht vallen. Je mag uitzwaaien. Ik begrijp wel waarom. Dat is in verband met het verscherpte asielbeleid. Ja, anders gaan die mensen helemaal zo kaal weg, hè? Nu mag je zeggen, dag! Wie vanaf 1 januari toch zonder kaartje op het perron komt, wordt daar door de ME van afgeslagen. Wordt hij onderweg door de conducteur die meer tijd voor service heeft betrapt. Wordt hij op de bovenleiding gelegd. En met de rails verbonden. Een prettige reis. Wij gaan ervoor. Wij gaan... Wij gaan ervoor. En wij erachteraan waarschijnlijk, ik weet niet. Wij gaan ervoor. Ja, ja, als je dit soort populaire voetbalsupporterstaal gaat gebruiken... dan krijg je ze ook in je wagons natuurlijk. Wij gaan ervoor. Een soort verbastering van graanvervoer, geloof ik. Ik kom met mijn vader, kom ik dat station uit. En wij staan daar, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Een pandemonium van bewegingen en mensen. En die zojuist de trein verlaten hadden, nu alweer het spoor bijster. En ik kijk even om me heen. Ik ben gelijk mijn vader kwijt. En er komt een zoveel geklede figuur op mij af. En die strekt zijn hand uit en die zegt... Heeft u misschien een kwartje bij u? Ik had 2 kwartjes bij me. Maar ik had thuis geleerd dat we niet mochten jokken. Dan zei die man, dan kan ik een kop koffie kopen. Wij hebben thuis ook altijd geleerd... Wie goed doet, goed ontmoet. Dus ik was nog geen halve minuut in Amsterdam... of ik was al de helft van mijn kapitaal kwijt. Een 20 meter verderop had die man alweer een kwartje nodig. Ik denk, nou, de koffie is duur in Amsterdam. En ik kijk omheen, maar mijn vader is, er rijdt een tram weg en dan staat hij. En hé, waar blijf je nou? En ik ren naar hem toe. Ik zit boordevol vragen. Maar mijn vader zegt, kom op, we gaan naar de Wallen. Ik kende in Amsterdam een paar attracties bij naam. Het Rijksmuseum met de Nachtwacht, Artis, de Cyniac. Maar van de Wallen had ik nog nooit gehoord. Dus ik wilde een vraag stellen, maar mijn vader liep al voorop en we kwamen op een grachtje... En achter een raam zat een mevrouw en die deed zo, waarop mijn vader zo deed. En hij zei tegen mij, kijk, dat is een prostituee. Ik wilde laten merken dat ik niet helemaal groen was, dus ik zei, zit hier ook hoeren?
Maar ik vond het niet prettig. Ik zei, kom op, pap. Laten we gelijk doorlopen naar de Wallen. En dat was zo grappig. En toen zei mijn vader bijna juichend... Jongen, dit zijn de Wallen. Allemaal mannen doken weg in hun kraag. En ik bloosde. En ik bloos niet vaak. De laatste keer dat ik gebloosd heb was in Bangkok. Dat weet ik nog goed. Kent u Bangkok een beetje? Nou, Bangkok is goor. Goor. Goor is geen Bangkok. Lang niet, kan je wel zeggen. Nee, maar een beetje hitsig is het. Een beetje broeierig. Iets op elke hoek van de straat en om de hoek een condoomautomaat. Hadden ze beter andersom kunnen doen. Condoomautomaten, die had je nog niet in de tijd van Marcel Marceau. Toen moest alles dan met de hand gebeuren. Dan moest je achter je spermatozoïde aan en die moest je tussen duim en wijsvinger doodkrijpen zo. Ik weet nog wel dat mijn moeder in 1959 haar eerste condoom gebreid heeft. En mijn broer moest in 61 trouwen omdat mijn moeder een steek had laten vallen. Dat weet ik nog heel goed. Nee, ik was er in Bangkok. Ik moest er optreden voor de Nederlandse gemeenschap, wat een beetje een raar woord is in verband met Bangkok. En ik had iets gehoord. Ik had iets gehoord over naakte meisjes en zo. Een beetje van die pikante dingetjes. Een beetje nachtclub achter. Dus ik wou wel eens weten wat dat was, hè, voor mijn werk. En nou leerde ik daar een politieagent kennen, een vooruitgeschoven post van justitie, die een beetje de vrouwenhandel en de drugs moest coördineren. En de bestrijding daarvan. En die wist wel wat. En die bracht mij naar een club. En die club die heette Sodom en Gomorra. Tenminste, zo heette de eigenaar. En we komen naar binnen. Er komt een man op ons af. En hij zegt, dit is meneer Gomorra. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, nou, Sodom is hij niet. En Sodom is hij niet. Ja, ik had hem ook pas later door. Maar dat komt omdat ik komiek ben. En dan verwacht je niet dat een ander ook wel eens leuk wil zijn. Hè? Maar de combinatie politieagent komiek kwam me wel heel erg bekend voor. En er was zo'n ovale bar met in het midden een plankier. En in dat plankier stonden twee van die ijzeren stangen. En op die bar stonden een zestal meisjes. Die stonden daar zo te dansen. Helemaal naakt, alleen op hoge haken. Hè? Over de schoenen hadden ze niks gezegd. En die stonden daar te dansen alsof een kauwgom onder die hakken zat. Hè? En af en toe pakten ze een ijzeren stang en dan lieten ze zich zo zakken. En dan kwamen ze weer omhoog en dan had je een beetje die... natte dijtjes van de transpiratie aan de binnenkant en dan zo langs zo'n ijzeren stang. Dus dan hoorde je zo... Het was dat ik er voor mijn werk was, anders was ik al lang weg geweest. Enfin, ik ga aan de bar zitten, ik bestel een koffie verkeerd. En opeens komt daar de Thaise majoor Boshart binnen. Die mij een strijdkreet wil aansmeren. Dus ik zeg, nee, dank u wel. Liever niet, maar we raken in gesprek en we zijn allebei voor ons werk. En opeens pakt zij haar pakje bij een punt beet en wii, staat daar poedelnaakt voor me. Nou, ik heb mij in het verleden wel eens denigrerend over het leger des heils uitgelaten. De soep zou te dun zijn. Ja, dat heb ik wel eens gesuggereerd. De dekens zouden dunner dan de soep zijn, heb ik wel eens gezegd. En hun evangelieverkondiging dunner dan de dekens en de soep bij elkaar. Maar wat ik hier zag aan een stukje geavanceerde geloofswerving... Chapeau, werkelijk waar, ja? Chapeau, en ze ging gelijk op knieën en handen zitten. Er komt een collegaatje met drie ballonnen binnen. De barkeeper pakt drie dartspijltjes uit de lazen, brengt er één vaginaal in, lanceert het pijltje en schiet één van die ballonnen pardoes stuk. Want ik weet nog wel dat ik dacht, zonde van die ballon. Ja. Nou ja, dat is het kind in mij. Dat als een ballon knapt, dan knapt er ook iets in mij. Dat is nog altijd heel, heel gek. Bovendien, ik vond het geen vaardigheid waarmee het algemeen nut gediend was. Nee. Nee, ja, nou is dat natuurlijk discutabel. Maar ik bedoel, ik vond niet als je het over de toekomst van je dochter hebt... dat je iets had van, nou, misschien liggen hier carrièrekansen. Nee, nee. En er gaat ook wel gelijk in de gaten dat hier niet het leger des heils bezig was. Hè? Die werden hier weer eens ouderwets in de maling genomen. En dat vind ik zo gratuit, hè. Dat vind ik zo goedkoop. Altijd maar weer het leger des heils. Oké, de soep is dun. Maar als je weet waar ze van getrokken is... dan is het nog geweldig dat ze dat op tafel brengen. Akkoord, de dekens zijn dun, maar wat wil je... als er eerst soep van getrokken is?
Nou ja, goed, je begrijpt, die andere twee ballonnen gingen er ook aan. Ik vond niks. Je kon er hooguit een stukje satire op de wereld over bevolkingsgroei in Cairo op zien. Dat dan die ballonnen het Vaticaan waren. En dat dartspeltje Jan Pronk en die vaginale spankracht. Dat kutgevoel wat wij allemaal hebben. En die act is klaar en er wordt een wit vel papier voor haar op die toog gelegd. En ze krijgt een viltstift aangereikt. Die brengt ze aan op dezelfde plek waar die dartspeltjes gezeten hadden. En die gaat zo zitten schrijven. Kunt u zich voorstellen? Ik weet niet of er ouders in de zaal zitten die wel eens een kinderpartijtje organiseren. Nee, we hebben het even over verschillende dingen, geloof ik. Je hebt wel eens dat je zo'n touw om je middel en dat bungelt dan zo'n spijker aan. Dat doe je op kinderfeestjes, spijkerpoepen, weet je wel? Nooit gezien heb je zo'n touw heb je hier en dan heb je daar zo'n spijker. En die moet je proberen in een lege flessenhals te krijgen, die spijker, zo. En dan gaat die tegen die rand hangen en dan ga je iets omhoog en dan... En dan moet je... Weet je wie er goed in is? Erika Terpstra. Die zo... Nou, zo zag het eruit. Het was net spijkerpoepen. En toen ze uitgeschreven was, hield ze dat vel zo voor mij omhoog. En toen stond er, welkom Freek. En toen heb ik gebloost. Maar s'avonds dacht ik, is toch wel leuk zo iemand als secretaresse een tijdje op kantoor erbij. Dat zij zo op de hoek van het bureau zit en dat jij zo door de kamer loopt. In antwoord op uw schrijven... Ik weet niet of de nieuwe Arbo-wet dit toe zal staan. En wij lopen zo door de Kalverstraat over het spui. En had je tussen het spui en de munt had je in die tijd een tea room. En die heette Formosa. Later is dat Taiwan geworden. En mijn vader die was dol op koffie, dus die ging die tea room binnen. Maar ik had achter de deur die prijslijst gezien. En ik zei, nou, ik blijf wel even zo lang buiten wachten. Want ik had nog één kwartje en dat wilde ik goed besteden. Want ik had nog geen boterhammen bij me. Mijn moeder gaf ons altijd namelijk 4 goed belegde boterhammen mee. Dat was een soort... Ja, dat hadden we overgehouden aan ontberingen in diverse oorlogen. Een oom van mij die heeft ooit nog... Tenminste, een oud-oom van mijn moeder heeft ooit nog eens op de terugweg van Moskou... met een van zijn ingevroren boterhammen het leven van Napoleon gered. Dat deze geste uiteindelijk de dood van 10.000 anderen heeft betekend... doet aan de opvoedkundige waarde van het gebaar niets af. En de Kalverstraat was toen nog een nette straat. Er was aan de etalages van Maison de Bonneterie niet veel te beleven voor een jongen van 13. En iedere keer als ik die tea room inkeek, zag ik mijn vader weer... een prikje van een van zijn petit voertjes nemen. Onder een paar vreemde kastjes in die Kalverstraat waar je bijna je nek over brak. En opeens moest ik schrikkelijk nodig. Ik zei net al, de Kalverstraat was toen nog een nette straat. Dus ik die tea room in, ik zie mijn vader nergens zitten, maar ik moest zo nodig. Dat ik gelijk doorliep naar beneden naar de toiletten. Dus zat een juffrouw achter een tafeltje met een schoteltje met een dubbeltje. Maar ik moest zo nodig dat mijn straal al tegen het glazuur klaterde toen ik me realiseerde waar het schoteltje met een dubbeltje voor was. Van schrik stokte mijn straal. Ik dacht, als ik nou doorga met plassen ben ik 20 cent kwijt. En intussen dacht ik, hoe kom ik zonder dat kwartje te hoeven aanraken langs dat schoteltje met dat dubbeltje? Ik denk, ik kom ontspannen aangelopen. Eenmaal in de buurt van het schoteltje ga ik met mijn hand naar mijn zak. En als ik vlakbij, dan maak ik een snelheid en een zet. En op het moment dat ik hier klaar sta om die versnelling aan te gaan... net op dit punt tussen ontspannen en dit... zegt die vrouw, zijn we niks vergeten? Oh ja, handen wassen. Ja. En ik denk, ik ga mijn handen net zo lang wassen... tot mijn vader ook moet plassen. Dan kan ik in de rugdekking van zijn dubbeltje mee naar boven. Maar mijn vader komt niet. En na een half uur zegt die vrouw... Moet ik je komen halen? Of kom je uit je eigen zeikertje? En dan kom ik naar buiten gelopen en zeg ik ga even boven een dupje halen. Ik kom zo terug. En ze zegt, nee, ik ga zelf wel even. Dan sta ik in die wc met het schoteltje en het dubbeltje. En het eerste wat ik in mijn leven geleerd heb was...
gij zult niet stelen. Ik was een week of 7. En mijn grootvader komt voor het eerst op bezoek en die hangt over mijn wiegje en die zegt: gij zult niet stelen! Tot dan toe hadden mijn ogen keurig recht gestaan. Ik heb wel eens het gevoel dat als ik ga stelen, dat het met mijn ogen goed komt. Dat gevoel heb ik wel. En mijn hand gaat naar het dubbeltje. En als die vinger en duim vlak bij dat dubbeltje zijn, zegt die vrouw: ik zie je vader nergens. Van schrik stoot ik een schoteltje om. Het dubbeltje valt op de grond. Het schoteltje in 1000 scherven. Zij pakt het dubbeltje op, gooit het in de schort en komt met die hand zo op mij af. Nou, dat gebaar, dat kende ik intussen. En ik diep dat kwartje onder uit mijn broekzak op. Ik leg het in die hand. Ik imiteer wat ik geleerd heb die dag. En ze zegt: wat nou nog? Ik zeg: ik krijg nog 15 cent terug. En wat denk je, dit is een schoteltje kost? Dan had je naast die tea room had je een boekhandel waarvan de naam mij vaag bekend voorkwam. En ik keek door de etalage en dan zag ik mijn vader die met zo'n schuin hoofd zo langs die boekenkasten liep. En ik tikte op het raam. En even later liepen we door de Kalverstraat. En aan het eind van de Kalverstraat had je een fotohandel met portretten van prominente figuren. Dat waren in die tijd waren dat radiomedewerkers. Die kon je herkennen aan hun stem. Behalve Marcel Marceau dan. En we liepen de Reguliere Breestraat in. En tegenover Tuschinski had je de Cineac. En dan kon je een reis om de wereld maken in 50 minuten. Waarvan 40 minuten tekenfilms. En dat was enorm populair, want in dat steegje tussen de Amsterdam en de Reguliere Breestraat stonden honderden ouders met kinderen stonden zo in de rij en die gingen zo voetje voor voetje. Toen ging je in die tijd heel gemoedelijk, liepen die vooruit. Het was helemaal niet als je per ongeluk iemand aanstootte zoals tegenwoordig. Hé, hey, ach, gadverdomme! Blijf je gore poten af, jongen! Mafkees! Gek! Idioot! Lul, wat denk je wel, jongen? Ja, sorry. Nee, maar ho, wacht even. Nee, maar hey. Zo is de eet ontstaan, begrijp je? En er komt opeens een patatlucht mijn neus binnen. En ik kon me niet afwachten tot mijn vader zou zeggen: en knul, heb je misschien zin in een zakje patatnet? Ik had de vraag al 600 keer door mijn hoofd laten cirkelen. Toen mijn vader opeens zegt: en knul, heb je misschien zin? Ja! Nou, je hebt zelf geld, ga maar kopen. Ja. Ja, ik moest bij die Rwanda-actie nog wel even aan mezelf denken. En dan, ik verlaat de ene rij, ik sluit aan in de andere rij. En dan had je halverwege die steeg had je zo'n patatraam waar een kwartje door naar binnen ging en een zak patat door naar buiten kwam. En ik was al lang blij dat ik alleen was, want mijn vader was dominee. En die moest altijd voor elke consumptie die hij nam even bidden. Heer, wij zijn u dankbaar dat wij hier vandaag in Zandam aan de westzijde bij de Papenpadsloot voor de snackbar van Ome Jo mogen staan. Ik dacht dat onmiddellijk God weet alles, dus die mededeling was volstrekt overbodig. Hè? Heer, waar wij ons weldra gaan overgeven aan het nuttigen van een zakje patatfriet met. Het is weliswaar een eenvoudige aardappel uit uw schepping. Maar dankzij de uitvinding van de frietsnijder en de kokende olie van Calvé is Ome Jo erin geslaagd er een krokante lekkernij van te maken. Die straks met zout overgoten en met mayonaise besprenkeld onze magen tot weldaad zal strekken. Intussen stond die patatboer met die twee zakken patat, zo van jou. Heer, we zijn u dankbaar voor deze prachtige dag. Het is weliswaar bewolkt met hier en daar kans op regen. Maar we hopen dat de regen daar en niet hier zal vallen. Ook altijd die dingen over het weer. Hè. Als heel lang de zon geschenen had, dan zei mijn vader altijd: Heer, wij hopen dat u ook wilt denken aan de boeren. Weer uitgedroogde weiden en akkers smeken om de tranen uw genade. En als het dan weken achter elkaar gegoten had, dan zei mijn vader: Heer, denk ook eens aan de badgasten die aan de Nederlandse stranden liggen. In afwachting van enkele zonnestralen die hun blanke lichamen moeten veranderen in bronzen wonderen uw schepping. Intussen stond die patatboer met die twee zakken. En dan had je ook voor die kerels die stonden met zo'n valhelm op. Stonden die tegen zo'n brommer geleund, weet je? Die stonden dan naar die twee mafkezen te kijken die daar zo aan het bidden waren voor die patatfrieten.
En mijn vader die zag door zijn oogharen alles. Dan zei hij, hier heeft u ook mededogen met deze heidenen met hun helmen op. Die zonder de zegen voor een patat af te smeken, maar aan het vreten geslagen zijn. Ik denk, nou, die kerels, ik kom een keer van die brommer en die geven mijn vader zo'n beuk voor zijn hasses, hè. Want je bent nogal kwetsbaar met je handen gevouwen en je ogen dicht, hè. Het eerste wat ze tegen Regilio Tuur zeiden toen hij ging boksen. Nooit zo de ring ingaan, hè, nooit. En ik had een minuutje of 10 gewacht, toen dacht ik, nou, dan kan ik wel naar binnen gaan. Nu kan ik wel weer teruggaan naar mijn vader in de rij. Met de mededeling dat de patat mij prima gesmaakt heeft. En ik kom aan, maar mijn vader staat nergens. Ik ga maar gewoon ergens in die rij staan. Zegt er zo'n kerel, hé Schijlen, achteraan sluiten. Had je halverwege de steeg, had je een paar van die deuren met alleen krukken aan de binnenkant. Dat als je de reis om de wereld voltooid had, kon je je zo zelf zo naar buiten drukken. En als je een beetje klein, slim en handig was, dan kon je zo naar binnen glippen. En ik was ontzettend slim en handig en helemaal niet klein. En staat daar in die gang tussen de werkelijkheid van de patatstegen en de illusie van de film. En ik hoor de stem van de Polygoon-journaallezer die zegt, overstroming in Amsterdam-Noord. Tuindorp Ozaan geteisterd door wateroverlast. En ik heb iets met overstroming. Sinds 1953 hou ik elke waterstand persoonlijk bij. Sinds onze kinderen de deur uit zijn, is wat mijn vrouw en ik het meest missen, dat wij regelmatig met Fatih en Muti worden aangesproken. En om dat gemis een beetje te compenseren, zijn we een jeugdherberg in Zwitserland begonnen. Zeg maar om een beetje afstand van Nederland in het algemeen en van de kinderen in het bijzonder te nemen. En om niet helemaal te vervreemden van ons kleine landje, hebben we schotelantennen laten plaatsen, zodat we RTL 4 kunnen ontvangen. Nou, als je snel van Nederland wil vervreemden, dan moet je in Zwitserland naar RTL 4 gaan zitten kijken. Ik zat er in die conversatiezaal, er zaten een paar mensen, een paar Zwitsers aan de leestafel. Ik schakel met mijn afstandsbediening, schakel ik die tv in en ik krijg gelijk het journaal. Overstroming in Limburg. Ta-ta-ta-ta-ta. Ik had heel veel uit te leggen aan die Zwitsers. Limburg, het hoogste gedeelte van Nederland, staat onder water. Ja, paniek bij die Zwitsers, hè, want die dachten dat de Noordzee hun kant op kwam. Meteen kregen we beelden, een cameraman was er met ongelooflijk veel moeite in geslaagd om de waterstand in Limburg te registreren. Het water stond zo hoog, een platvis kon er nog niet eens in lopen. Ik weet niet, een paar dagen geleden, geloof ik alweer een week, dus ik weet niet, de tijd vliegt. Had je dat rapport wat over die Limburg-affaire verscheen, even, van de commissie Boer 10. Ja, ze konden geen betere figuren vinden. Aas, heer, vrouw waren bezet en... En dat rapport was zo dik dat het was bij die beelden, bij die overstroming, niet eens onder water gekomen helemaal. Als je er een pak pampers in had gegooid, was het droog geweest. Ja, die zat er al vanaf 7:45, hoor. Maar ik heb hem de hele tijd nog zo'n beetje binnen kunnen houden. Dan zat hij weer daar, dan zat hij hier. Hij komt er een keer uit. En dat was, het ging nog netjes, want ik had hem in mijn hand. En even voor hetzelfde geld zit hij in uw haarstukje. Het water stond zo. En mijn amfibievoertuigen reden af en aan. Af en aan. En een legercommandant riep, we kunnen geen enkel risico nemen. Nou, als het leger geen enkel risico kan nemen, is er niets aan de hand. En ik alles maar, zeg maar, simultaan in het Zwitsers vertalen en tevens in een beetje historische context zetten. Zodat wij voor die Zwitsers niet als een stel maloten zouden doorgaan en in dat bergdorp onmogelijk zouden worden gemaakt. En ja, wat hadden wij dan met Limburgers, moest ik uitleggen. Ja, wat hebben wij met Limburgers? Nou ja, het zijn van die... We hebben de mijnen gesloten toch ooit? Ja, en ze hebben één keer per jaar hebben ze carnaval en dan gaan ze 4 dagen helemaal uit hun dak en zo.
Ze kunnen van die heerlijke vlaaien bakken. En hoe meer ik zat op te sommen, hoe meer ik dacht, er zijn niet voor niets grenzen. Laten we Limburg de status apart geven. Ja, zeggen de mensen, dan nemen ze overmorgen de laatste nachtvlucht op Beek en staan 3 dagen later op een uitkering in Den Haag te zeuren. En Nederland is vol. Ja, 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 het ironische is, op Limburg na. Nou, de volgende beelden zagen we langdurig werklozen die voor eeuwig uit de WHO geschopt waren, zakken vullen met zand. En als ze dat niet vrijwillig deden, dan mochten ze nooit meer op een inmiddels afgeschaft arbeidsbureau komen. Nou, probeer dat maar eens in het Zwitsers te vertalen. Die mensen denken dat je van een of andere gevaarlijke secte bent of zo gezegd. Nou, er was een kwartier nieuws verstreken. Er was geen tijd voor de internationale nieuwsfeiten. Want er was een extra lang weerbericht. Limburg opgelet. Kans op motregen. Nou, de tweede dag zat die conversatie al 2 keer zo vol met Zwitsers. Want die wilden wel eens weten hoe het ervoor stond met Limburgeri. Nou, we kregen meteen, ik schakelde in meteen. Overstroming in Limburg eist eerste slachtoffers. Ta-ra-ta-da-ta. Gelijk krijgen we beelden van een huis aan de rivier. Geen plek om je huis neer te zetten als je bang voor water bent. Maar met een verzekeringetje uit Apeldoorn en een subsidietje uit de Randstad kom je een heel eind. Het water stond nu zo hoog dat als je de voordeur uit zou lopen, kon je met het openbaar vervoer naar het crisiscentrum rijden. Maar wij zagen beelden van een gezin dat op een tafel voor het raam stond te zwaaien met witte zakdoeken. Die hadden ze nog liggen uit de tijd dat ze zich aan de Duitsers hadden overgegeven. En rood-wit-blauwe vlaggetjes dat ze de Amerikanen weer verwelkomd hadden. Want ze hebben ook nog een jaar minder oorlog gehad dan wij. En maar klagen, en maar klagen. En die man die pakt een IKEA-stoel en die slaat er vooruit in. Ja, niet met de eerste hoor. Met de 4e IKEA-stoel slaat hij er vooruit in. En oma die zal in het amfibievoertuig stappen, die blijft achter de vensterbank haken. Die klapt voorover in het vijvertje van de tuin en verdrinkt. Dochter begint te huilen, krijgt een draai om de oren. Niet huilen, het water staat al hoog genoeg. Dat was het eerste slachtoffer. Het tweede slachtoffer was een koe die elektrisch gemolken werd en waarvan het snoer in het water was komen te liggen. En het amfibievoertuig rijdt naar het crisiscentrum, het oude parochiehuis waar ze een bordje overheen gespijkerd hadden, zodat er nu stond RK Crisiscentrum. En er stond een pastoor die had een touw om zijn tappert gebonden, zodat de onderkant niet in het water hing. En die stond er dan van, oeh, de telefoonverbindingen bij de Randstad zijn verbroken. Het allerergste wat Limburg kan overkomen. Nou, ik ben de hele wereld over geweest en in de armste sloppenwijken van de minst ontwikkelingssteden staat wel een snotneus van een jaar of 16 met een celtelefoon op de hoek van de straat met Rio de Janeiro te bellen waar de drugs blijven. En dan zal Limburg van de Randstad zijn afgesneden. Ja, doen we nog wel zeg. Nou, er was weer een kwartier nieuws erbij. Weer geen tijd voor de internationale nieuwsfeiten. Weer een extra lang weerbericht. En toen, dat kan me nog goed herinneren, toen was er daarna een reclamespotje voor spaarwater. En dat vond ik ongepast. Ja. Dat vond ik onder deze omstandigheden niet kunnen. Stel je voor dat iemand in Luik een krat spa uit zijn handen liet vallen. Dan was in Maastricht de ramp niet te overzien geweest. Nou, de derde dag was het gezellig hoor. In die conversatiezaal. Ze hadden gluwijn meegenomen. En iemand had zijn Alpenhoorn van huis gehaald. Want ik zei nog even Alpenhoorn bellen. Maar die Zwitsers gaven geen krimp, hè? Geen krimp. Nee, je kan heel erg lachen met Zwitsers, behalve als het om iets leuks gaat, hè? En de derde dag kwamen de politici een bezoekje brengen. De eerste was Wim Kok, toen nog minister van Financiën. Dus ik moest uitleggen, een soort Willem Tell, zeg maar. En die regeringslimousine komt aan en ik denk, nou, aan de hoogte van zijn laarzen kun je zien hoe ernstig hij de situatie neemt. Die deur van de limousine ging open, er komt zo'n klein kaplaarsje uit. Zo gelijk. Maar het water stond toch hoger dan hij gedacht had. Want toen hij zijn voet neergezet had, ging dat zo. Goed.
Die Zwitser zaten er zo te kijken. Ik denk, nou, die trekt die laars uit, die kapt hem leeg... en die zegt tegen de chauffeur, als de zoon de bieter terug naar Den Haag... we maken wel 1580 gulden over. Maar nee, de verkiezingen stonden voor de deur... en Joop den Uyl heeft ooit eens de mijnen gesloten. Dus hup, daar kwam dat andere been, hè, dat laarsje was net zo hoog. En dan krijg je dus de wet van de communicerende vaten. Hop. En toen ging die kok, die ging zo... beetje zo Hanneke en Janneke zo door het water lopen bij je. Dan moet ik binnenkort aan die Zwitsers gaan uitleggen... dat uitgerekend deze figuur minister-president van Nederland is geworden. Denk niet dat ze voorlopig tot de EIG zullen toetreden daar in Zwitserland. Kok die liep daar te banjeren. Hè? Banjeren is met iets te lage laarzen door iets te hoog water lopen. Tenminste, wat was het vroeger? Tegenwoordig is banjeren met een bezemsteel in de achterkant van een paard staan te vroeten. Ja, ja, ook erg, hè? Oh! En die jongen heeft veel te weinig straf gehad. Veel te weinig. Die hadden ze met vier paarden uit elkaar moeten trekken. Nee, maar je kan erom lachen, maar het zijn belangrijke morele issues, hoor. Echt waar. Daar hangt het op. We hebben het over moreel verval. En wie moet ons op die momenten de weg wijzen dat wij het niet meer weten? En dan is het toch altijd prettig te weten dat de mensen als pistolen paaltjes zijn die naar voren komen en ons de juiste weg wijzen. En zeggen van, ja, dat vind ik heerlijk. Want we hebben het precies ook weer in deze tijd. Heb je ook weer zo'n figuur van dan ponken prinsen, weet je wel, daar gaat het dan opeens over. Die landverrader en dan zit iedereen weer, ja, wat moeten we nou? Nou, vraag maar aan pistolenpaaltje wat we moeten. Het is mijn vriend, hoor. Ik ben als de dood dat het mijn vijand zal worden. En dat heb ik bij ponken prinsen helemaal niet. Die zou geen vlieg kwaad doen. Ja, waarom bent u nou opeens zo stil? U laat even uw kerstgedachten gaan. Ik begrijp dat wel. Ik ook namelijk. Ik weet niet hoeveel tijd u daarvoor nodig heeft. Bij mij gaat er gauw een uur of 4, 5 in zitten. De vierde dag zagen we die mensen die de tweede dag van huis waren gegaan... verhaal met het amfibie, werden de vierde dag alweer teruggebracht. En camera erbij en zij stappen het amfibievoertuig in. En ze worden voor de deuren afgezet. Het water stond intussen zo hoog, als je je schoenen tijdig had laten verzolen... had je zonder natte sokken te krijgen naar huis terug kunnen lopen. En die man die doet de voordeur open, die zet zijn voet op het parket... en tussen de naden door komt zo dat water omhoog gespritst. Nou werkelijk, feeriek, feeriek. Ja, nee, maar vroeger had je van die kinderpretparken... en dan moest je keihard over zo'n brug rennen door zo'n slootje... en dan kwam tussen die latjes dat water zo omhoog. Nou, dat kostte in die tijd al gauw een tientje. En nou kan je auto niet kwijt en dat heb je dan thuis in de gang. Begrijp je wel? Nee, hoor, klagen met deze zingen van... oh, mijn parket op de wijs van oh, mijn papa. En vervolgens richt die man zich recht in de camera... en die zegt... Toen, ik moet opeens een kok denken, want die had nog wel geïnformeerd of hij ergens ook hogere lazen had kunnen huren. Of leasen. Leaslazen, ja, lease. Nou, dat riep ik ook, hè. Leaslazen. Maar die Zwitsers gaven geen krimpen. En die man die richtte in de camera, die zei toen de mijnen gesloten werden, want ik dacht toch hadden ze die mijnen maar opengelaten, had dat beetje pestwater zo weg kunnen lopen. Toen de mijnen gesloten werden, toen dacht ik gluk over. Toen is die aardbeving eroverheen gekomen. Want Limburg is ook geteisterd door een aardbeving, hè? Sinds bisschop Gijzen weg is de ene plaag na de andere. Teisterd. Het lijkt Egypte wel, zeg. Er komen 10 plagen over Limburg. Let op mijn woorden, 10. Ze hebben er 3 gehad. Ik ben benieuwd wat de vierde zal worden. Misschien wel de longpest. Misschien wel de... Oeh, ja, je moet er niet aan denken. Je moet er niet aan... Je moet er niet aan denken. Je kan het alleen maar hopen. Ja, lacht u maar, dames en heren. Lacht. Als die serie hier is afgelopen, moet ik 3 dagen naar Maastricht met dit programma.
En terwijl die man daar staat te redeneren, horen we uit een bijkeuken. En die camera die gaat op zoek naar die stem, weet je ook. En dan krijg je die beweging. Dat zie je ook wel eens als er in Amerika een president wordt neergeschoten. Zie je ook altijd die camera. En hij komt door de gang en dan zijn die kinderen zijn al lekker zo met het pakket aan het spelen. Komt hij in een bijkeuken aan, dan ligt die moeder, die ligt er zo helemaal zo op een droogtrommel. Zo. Of een vaatwasmachine of een magnetron of zo. Even die dingen die je bij Rad van Avontuur kan vinden. En die wijst zo met een vinger weg en die camera gaat die vinger achterna. En daar ligt gekanteld op, op zijn rug met zijn pootjes omhoog een pakietje. Ja. Ja, je denkt nog niet dat ik aan het hele verhaal begonnen ben als het flauwekul geweest zou zijn. Kom zeg, als ik hier ergens aan, dan gaat het ook ergens over. Ja. Die vrouw begint meteen te zingen van O mijn pakiet op de wijs van O mijn pakket. Later heb ik dat duo nog een keer teruggezien in de 5-uur-show. Een programma waarvan ik het bestaan maar niet aan mijn Zwitserse vrienden verklapt heb. Ik kan heel erg lachen met Zwitsers, behalve als het om iets leuks gaat. En hij bleef maar zeuren over zijn pakket. En zij bleef maar zaniken over haar pakiet. Er bestaat voor geluk en noodlot geen wet. En zeker voor de liefde niet. U kent dit soort versjes wel, dames en heren. Je ziet ze wel eens op een tegeltje aan de wand of op een schoteltje op het dressoir en die komen onder dit soort omstandigheden spontaan bij Limburgers naar boven wel. En ik sta daar in die gang van die bioscoop en de deur van de zaal gaat open. Er komt zo'n suppost naar buiten en die zegt, wat gaan we doen? Ik zeg, nou, uw toekomstplannen ken ik niet. Maar ik moet even plassen. Op Sotheby's. Dat was geloof ik de vader van Rinus Michels of zo. En ik kom in dat steegje. En ik word met hoge lach ontvangen. Die patatlucht komt gelijk mijn neus binnen. En na een minuutje of 10 komt mijn vader naar buiten. Het eerste wat hij vraagt is, en hoe smaakte het? En hij wil mijn hand pakken, maar even niet, hè. Ik loop een half metertje achter hem aan, zo over de Amstel. En dan heb je dan die flauwe bocht, zo, naar het Rokin bij de Lerop. Hele flauwe bocht. En opeens hoor ik vioolmuziek en ik, ja, viool is nooit zo mijn instrument geweest. Het was in de tijd waarin de rock and roll een beetje over de Dixieland heen donderde. Maar dit werd zo bijzonder gespeeld dat ik me ging oriënteren waar het geluid vandaan kon komen. En toen ik mijn rondje om de windstreken voltooid had, was mijn vader weer eens weg. En ik liep door, langs de Bijenkorf, over de Dam. Bijenkorf stond toen nog aan de andere kant. En had je het Beursplein en er stond een man viool te spelen met een hoed aan zijn voeten. En zoals een kind dat kan doen, ging ik zo pal tegenover hem staan en ging hem zo aan staan gapen. En die man die had een paar gitzwarte ogen, onwaarschijnlijke pikken, niet nog dat wit aan beide kantjes, helemaal zwart. En hoe langer ik er naar keek, hoe meer ik het gevoel had dat die man blind was. En ik moest opeens denken aan die preek van mijn vader, waarin hij gezegd had dat de rechtvaardigheid van de schepping hem zat in het feit dat onze lieve Heer achter iedere handicap een gave verscholen had. Ja, en omgekeerd achter iedere gave een handicap. Rechtvaardigheid. Want je ziet wel eens mensen, hè, arme mensen vooral, waarvan je denkt, oeh, wat zijn die arm. Oeh. Maar achter die armoede zit vaak een enorme rijkdom. Enorme rijkdom. En dat maakt het rechtvaardig, begrijp je wel? Anders zou ik er niet tegen kunnen dat mensen arm waren, als ik dat niet wist. Dan zou ik me doodschamen. En omgekeerd heb je ook wel eens rijke mensen dat je denkt, oh, die, nou, neem wij nou zoals we hier zitten. Hè, wij zijn door de bank genomen. Vooral
door de bank genomen. Zijn wij rijk? We zijn rijk, maar achter die rijkdom. Wow, er zit een enorme armoede. Zo ongeveer ging die preek. En ik denk, ik moet die violist iets geven, maar ik heb niks. Ja. Mijn leven. En ik dacht, waarom ook niet? Waarom, mijn ogen zijn een stuk beter dan die van hem. Ik kan hem de hele wereld overlijden. Waarom zou ik met die etterbak teruggaan die mijn hele dag heeft lopen versteren? En die straks naar het eten gaat vragen, en knul, wat heb je allemaal geleerd van vandaag? Nou, ik wou het zesde gebod maar eens een tijdje verwaarlozen. En ik laat me op mijn knietjes vallen. En ik val pal voor die hoed en op de bodem van die hoed liggen 2 kwartjes. En mijn hand gaat er zonder dat mijn hoofd het wil in. En die man begint te zingen. Ik kan niet helemaal goed verstaan wat hij zingt. Maar ik heb het gevoel dat hij bedoelt, oh zee, godverdomme, weet je poot dat een van die 2 kwartjes komt. Dan sla ik deze kostbare viool op je kop in 1000 stukken. En als dat niet voldoende is, dan zet ik die strijkstok over je strot met de haar aan die kant en het hout aan die kant. En dan ga ik de punten eens lekker langer gaan toedraaien. En ik wil hem gaan smeken. En ik wil zijn voeten en zijn benen pakken, maar er staan opeens 4 benen. En ik pak de linker 2 en de lucht van die broek komt me bekend voor. Wat lijkt de broek van mijn vader wel. En ik kijk omhoog. En daar staat mijn vader. En opeens heb ik het gevoel dat alles van tevoren bedacht is. En ik vraag, heb ik die collecteur in die trein? En voor de juffrouw met het schoteltje. En die man in de bioscoop. Heb jij dat allemaal verzonnen? En mijn vader zegt. Nee. En ik zo. Zijn portemonnee uit zijn achterzak en die geeft me een gulden. En ik wil een gulden in mijn broekzak steken, maar die valt dwars door mijn hand. In die hoed. En ik vraag aan mijn vader. Wie is die paljas? Wie is die snoeshaan? Wie is die snijboon? Wie is die snuiter? Wie is die kwiebus? Wie is die kwast? En mijn vader zegt. Jacoba Behaibuchi. Haat! En dat is een fantast! Nee, ik kan van je werken, doe dan mij. Een fantast kruist steeds mijn wegen. Ik vroeg de fantast. Hij spreidde zijn armen en hij knikte verlegen. Kuste mijn wangen. Kuste mijn wangen. En verdween. Măi sărace este răcine, dă n-ai cămașă pe tine, ce să vină cu Dank u wel, dames en heren. Dat is buitengewoon spontaan van u om... om zo te laten merken dat u van de pauze genoten heeft. Ik zal het doorgeven.
Het tweede deel, tweede helft van dit programma, van ja, deze show, mag ik het zo even zeggen. Van deze cabaretrevue. Dit stukje totaaltheater. Zal technisch nogal verschillen van het eerste gedeelte. En dat zit hem voornamelijk in het feit dat ik de tweede helft niet uit mijn hoofd ken. En dat is niet uit luiigheid ontstaan, maar dat komt doordat het materiaal wat ik in de tweede helft ga presenteren nogal nieuw is. Ik wil niet zeggen dat ik het op weg van de kleedkamer hier naartoe gemaakt heb. Maar het is toch tamelijk recent. En dat komt omdat ik, ja, het programma was goed ontvangen. En ja, ik had daar genoegen mee kunnen nemen, ware het niet dat ik nu eenmaal zelf mijn beste criticus ben. En ik dacht, het kan beter. Dus wat u nu net gezien heeft als de eerste helft, dat was eigenlijk de tweede helft. En ik heb nu een hele nieuwe tweede helft. Ik wil graag beginnen met voor te lezen een liedje dat gaat over mijn moeder. Voor mijn moeder gaat over mijn moeder. Ik kan het zo zien liggen, het zit in dit koffertje. Nee, ik heb namelijk expres een koffer met een codeslot genomen, omdat ik altijd mijn sleutels kwijt ben. En ik kan het codenummer me heel goed herinneren, alleen ik kan het zonder die leesbril niet zien. En die leesbril die kan ik ook precies zo zien liggen. Ja, het lied gaat over mijn moeder, zoals ik al zei. Ja, ik ken mijn moeder al jaren. Ik wilde eigenlijk eens door middel van een lied aan mijn moeder duidelijk maken hoeveel ik van haar houd. Ja, dus eigenlijk, mama, ik hou van je, daar gaat het lied over, maar niet zo rechtuit natuurlijk als ik het nu zeg, want dan had vader Abraham het beter kunnen schrijven. Er zit natuurlijk een ironische ondertoon in, waardoor het publiek denkt, meent hij het nou? En mijn moeder wel beter weet. Nee, want je vergeet namelijk als kind tegen je moeder op tijd te zeggen, mam, geweldig, ik hou van je. Er is een moment waarop ik dacht, nu moet ik het zeggen, maar toen zeiden mijn vriendjes, doe maar niet. Puberteit heet dat. En toen later dacht ik, ja, nu moet ik zeggen hoe geweldig mijn moeder is. En toen kreeg ik verkering en toen zei mijn vriendin, nou, zo geweldig is er ook weer niet. Maar toen kwam het er weer niet van en nu denk ik, nu is het moment dat ik het moet doen voor het te laat is. Dat is ook waar het refrein zo'n beetje over gaat. Voor het te laat is. Ja, niet zo cru als ik het nu zeg, want dan had Paul de Leeuw het beter kunnen brengen. De vader Abraham van de avant-garde. Nee, maar ik wil dit lied wil ik graag brengen. Ik was paar dagen geleden was mijn moeder jarig en ik kon er niet heen omdat ik bezig was met dat lied te schrijven. Toen dacht ik ook, ja, eigenlijk deel ik liever aan het publiek mee hoeveel ik van mijn moeder hou dan dat ik de moeite neem om zelf even naar haar toe te gaan. En toen dacht ik, ja, dat zie je wel meer tegenwoordig, dat mensen liever aan een miljoenen publiek hun liefde voor elkaar verklaren dan dat even onderling af te wikkelen. Onder het motto, all you need is kijkcijfers. Een paar weken geleden zat ik bij Ajax op de tribune en in de rust, voor een publiek van 20.000 man, vroeg een meisje haar vriend ten huwelijk. Nou, dat vind ik geen aanzoek meer, dat is chantage. Ik zat toevallig naast de voorzitter, dat heeft hij graag. En ze nog 2 jaar is liggen in het strafschopgebied te wippen. Kijk, hier heb ik het pootje van mijn bril. Ja. Nou, dan heb ik ze allebei. Kijk. Nou, als ik nou nog een lampje in die koffer had, dan kon ik... Oh. Wat? Zal ik je komen helpen? Nou,
Dat is de stem van mijn vrouw, dames en heren. Die weet niet dat ik hier een toneelstukje sta op te voeren. Kan je nagaan hoe goed ik geworden ben. Maar je leert nergens ook beter acteren dan binnen het huwelijk. Zijn of spelen, dat is de vraag. Nee, wij zetten op deze manier, met dit dialoogje, zetten wij de traditie voort die in ons land geldt, dat de vrouw de mannelijke cabaretier ondersteunt. Dat nummer wat ik voor de pauze deed met dat goochelen, dat is een heel oud nummer van Wim Kan. En dan stond Corrie Vonk rechtop in dat kastje. Ik was een paar maanden geleden in China. Ik weet niet of ik al iets over verteld heb. En daar ben ik mijn fototoestel kwijtgeraakt. En wij, dames en heren, wij zijn van een generatie... Ach, zo'n fototoestel, als dat weg is, dat kan ons niks meer schelen. Wij hechten daar niet aan. We kopen weer een nieuw, of je wint er eens een. Ja, of je ziet er eens een liggen en... Nee, maar dat filmpje wat erin zat, dat had je toch wel, daar had je de foto's toch wel graag nog even van gezien. En je bent ook eigenlijk bang dat zo'n filmpje in verkeerde handen raakt. He, van mensen die dat niet met dezelfde liefde beschouwen als jij. Dat, zeg maar, Dea Valente, wou ik zeggen. Deo Valente. Nou ja, in elk geval dat dingen die je eigenlijk liever voor jezelf houdt in verkeerde handen. U begrijpt wat ik bedoel, als God het niet wil. Die vijf dingen wou ik combineren en wou ik dat zodat het samen een soort grap was. Maar het blijft steken in de gedachten. Maar vroeger in de tijd van Marcel Marceau bijvoorbeeld, duurde het ontwikkelen en het afdrukken van foto's 4 maanden. 4 maanden. De rolletjes gingen speciaal naar landen waar ze dan ontwikkeld werden. En dan kwamen ze weer ergens afgedrukt. En dan gingen ze na 4 maanden gingen ze ophalen met zo'n rassuutje. En dan kregen ze terug en dan dacht je, wat zijn dat voor mensen? Wat doen die daar? Wat is dat? Proost. Het is nou typisch televisiegedrag. Om opeens zo te gaan zitten tetteren met je... Dat doe je in de huiskamer, maar toch niet in een zaal waar iemand bezig is om een verhaal te gaan. Ja, tenzij u heel veel van die geluiden heeft, dan is het natuurlijk leuk als u... Als u daar een paar van laat horen nu, dan hebben we er allemaal wat aan. Vroeger had je ook altijd van die etterbakken in de klas, weet je wel? Die de leraar het bloed onder nagels vandaan hadden met dat soort... Ik was er zelf een van. En dan de hele klas... Is alles eruit nu, of... Ja, nee, maar je hebt ook nog van die patsers, die hebben dan een dubbele toon. En die... Ja, nu gaan we even allemaal leuke geluiden doen. Dat is ook een goeie. Zit u wel helemaal goed daar boven? Als je opeens over zo'n veer gaat... 4 maanden duurde dat dan. En dan kreeg je die foto's terug en dan dacht je, wat zijn dat voor mensen? Tegenwoordig zijn de foto's binnen een uur ontwikkeld en afgedrukt. Dan krijg je ze terug en dan denk je, ja, dat hebben we net meegemaakt. Zeg, donderop. Het is te snel. En toch zijn we met elkaar op weg. We willen dat de foto's eerder klaar zijn dan ze genomen zijn. We worden steeds hebberiger naar dingen waar we minder aan hechten. Dat is een ontwikkeling. En we waren daar in China en brachten een bezoek aan de Chinese muur. Ja, die verspreking maak ik elke avond. En ik dacht nog, ze hebben die Berlijnse muur toch te vroeg afgebroken. Want dat was een bijzonder bouwwerk. En niet alleen politiek, want het is een zootje geworden in het oosten daarna. Maar ook vooral historisch monumentaal. Die Berlijnse muur, dat was iets bijzonders. En die Chinese muur, nou ja, ja, nee. Ik bedoel, ik wil hier niet de snop gaan uithangen. Maar nee, die Chinese muur... Nou ja, goed, de eerste 2000 kilometer gaat dan nog wel, maar dan weet je het wel. En die Berlijnse muur is kort maar krachtig. Dat is een statement. Dat is een statement van het volk. En het andere is meer verveling van de keizer.
En dat is het verschil tussen die twee. En wij brachten een bezoek aan die muur. En dezelfde dag dat wij een bezoek brachten, bracht daar ook een bezoek aan de muur de vrouw van de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Mevrouw Christoffel. Toos Christoffel. En haar man, Warren, moest dan Buitenlandse Zaken in Peking doen. En dan is er altijd zo'n damesprogrammetje onder het motto: wat doen we met moeder met de feestdag? En dat is dan in China altijd een bezoek aan de muur. Dan kunnen de besprekingen ook rustig een paar weken uitlopen. En zij bracht een bezoek en allemaal veiligheidsagenten en voorzieningen en toestanden. En zij met een kabelbaantje, heel krammenikkig kabelbaantje, naar boven. Dus wij waren gedwongen om de trap te nemen. En we komen naar boven op die muren. Eerst in zo'n torentje, kon je nog door zo'n gaatje kijken. En dan moest je 3 teentjes naar beneden en dan stond je op die muur. En wij lopen zo een beetje te kijken en opeens... Haja! Springt er een Genghis Khan-achtig figuurtje voor onze neus. Man met zijn laarzen zo bij zijn broek in. En zo'n hoedje op en zo'n centuur met een zwaard. Komt hij zo op ons af. En die dames die schrokken enigszins, hè. Maar ik deed zo en die man meteen wil. Nee, maar wij snapten het niet. Maar die man die wilde dan dat wij samen met hem op de foto gingen. En dat hij dan een kleinigheidje kreeg voor dat poseren. Dus toen hebben we met die man met dat zwaard maar voor de hele lullige geposeerde foto's gemaakt, weet je. Met zo'n... Met zo'n groep die er dan zo... Nou, en toen hadden we dat gedaan. Die man 2 kwartjes en wij lopen door. En we lopen zo om de hoek. En dan komt het hele gezelschap van mevrouw Christoffel komt onze kant op. Veiligheidsagenten met zonnebrillen en getrokken wapen. Die komen er zo aangelopen. En ik denk, nou laat ik die mensen even vertellen dat als ze straks daar de hoek om gaan... hè? Nee... Dus ik loop naar die leider. Ik zeg, moeder, gelijk dat pistool op mijn strot. En ik word met mijn rug tegen de muur gedouwd. Dus ze gaan die hoek om. En ik hoor, haja! En meteen daarna, pam, 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 pam. Dus toen hebben we 1 minuut of 8 gewacht. En toen zijn we relaxed teruggelopen. En hebben daarna nog een paar hele ontspannen foto's zo bij die man gemaakt. En die had ik u graag laten zien. Maar die staan op dat filmpje in het toestel dat ik kwijt ben geraakt. En toen gingen we daarna eten. En het leuke van eten in China is dat die Chinezen, die eten alles wat beweegt. En ja, of net bewogen heeft, of wat binnenkort weer gaat bewegen. En ik heb daar gegeten, gesmoorde streptokokken in snotgelei heb ik gegeten. En op een zeker moment zat ik aan de gevulde zwanenhals. Lauwe gevulde zwanenhals. Hier zo'n zwanenhals met van die haar en die haarnetjes. En dan die speldjes zo. En dan die ochtendpitten die daar zo doorheen gezakt zijn heel langzaam. En dat krijg je dan zo op je hand en dan moet je je hand wegtrekken en dan gelijk moet je zo. Ja, dat is nog een hele speciale techniek is dat, hè? Want als je namelijk te vroeg je hand weghaalt en dan gaat alles over je broek. Maar haal je te laat je hand weg, dan trek je dat vacuüm, hè? Dus dan komen je trommelvliezen naar buiten en dan puilen je ogen uit, hè? En dat is heel gevaarlijk aan tafel in China, want dan denkt iemand, hey. En ik zat op een gegeven moment zat ik met een kippenknietje in mijn mond. En ik weet niet of u de anatomie van de hen een beetje kent, maar je hebt zo dat kippenknietje. En dan loopt zo'n pees overheen met zo'n slijmschedebeurszakje. Wat er zo hier, de kippenmeniscus zal ik maar zeggen. En als je die kippenmeniscus hier met je snijtanden in 1 klap openbijt, spritst er tegen je verhemelte een heel geil sapje. Ja. Beetje dezelfde ervaring als je een rumboon openbijt. Weet je wel, zo. En ik zat met de bijten en er gebeurt niks, hè? En ik denk, dat heeft iemand al eerder in zijn mond gehad, dacht ik. En toen keek ik naar die chauffeur en toen zat die chauffeur die zat contact met mij te zoeken. En ja hoor, hij had het al in zijn mond gehad. Nou, en dan ben je in China heel ver. Dan ben je in China heel... Als je met iemand dat soort dingen kan delen, dan vrienden voor het leven. Dus toen dacht ik wil iets terug doen met die man. Ik wil die man iets geven wat ik ook al in mijn mond heb gehad. En ik denk, nee, ik wil verder gaan. Ik wil hem iets geven wat al in mijn maag zit. Dus ik doe mijn vinger in mijn keel en woop, die hele gevulde zwanenhals in zijn gezicht. En hij vond het geweldig, geweldig. En wij gingen door, op zeker met kon ik Chinees praten, had ik zijn tong in mijn mond. En aan het eind van de maand zaten we met dezelfde noedel en wij zo... kijken wie hem naar zich toe kon halen. Hadden we een vlaggetje in het midden gehangen. Streep over tafel getrokken.
En ik won en ik kreeg die sliert zo, maar hij had vals gespeeld. Hij had hem twee keer om zijn gebit geslagen. Dus kreeg ik dat gebit er ook nog eens zo tegen. Had ik nog die tanden in mijn oog. En toen moest ik naar de wc en ja, is een beetje raar praatje hier. Maar op vakantie heb je het nergens anders over. Al is dat het gesprek van de dag. Ja, hier probeer je het een beetje op te houden. Dat is heel gek. Ja, ik weet niet of u net hier nog naar de wc bent geweest, maar je ziet hier altijd nog mensen een toiletgroep binnenlopen met een gezicht van denk maar niet dat ik ga kakken of pissen hier, hoor. Nee, ik ga een verzekeringetje afsluiten of zo. Maar onderweg ging nergens anders over. We waren in Jakarta en dan waren we op een receptie en dan komt een man naar me toe. En ik zeg, ja, wij wonen nu 6 jaar in de tropen. En ik heb gisteren voor het eerst een droge wind gelaten. Oh, ik zeg gefeliciteerd. En er stond een man, die stond een beetje zo langs de kant. Ik zeg, wat is er met hem? Ja, hij heeft het net geprobeerd. En daar in China heb ik heel veel last van mijn ingewanden gehad. En dan dacht ik, 's morgens in de hotelkamer, nou zal ik alvast even gaan. Want zo'n hoteltoiletje, dat is toch een beetje gauw je eigen wc'tje. Waar het ook staat. Maar ja, je moet niet te vroeg, hè, want persen is niet goed. Nee, van persen krijg je aanbijen en dan moet je naar de tandarts in China. Dus ik denk, nou, ik hou het wel even op. En nou, zo 12 uur, ik kreeg een aandrang. Ik kon niet. Ik denk, nu, dan kom ik in een wc. Ik dacht, overal, maar niet hier. Wat een gore bende. Hoe ze het voor elkaar krijgen om? Ja, ik kan me wel ongeveer voorstellen. Nee, als je met zo'n bos hout op je rug de wc binnenkomt. Moeilijk richten natuurlijk, ja. Dus ik kom daar in die toiletgroep bij die muren. Er zitten 15 Chinezen op een rij zo, gehurkt zo. Die mensen hebben geen gêne. Of geen deuren. En ik moest echt nodig en dan loopt er daarin weg. Ik denk, nou, met mijn westerse waardigheid loop ik erop af. We gaan nog geen 2 stappen gezet of er zat er weer een andere Chinees. Ongelooflijk, die Chinezen komen met hun broek op hun enkel, sorry, wc binnen. En ik moest echt nodig, want ik liet een boer waarvan ik dacht, was dat wel een boer? En kwam gelukkig voor mij, kwam toen die chauffeur binnen en die zat in no time, die zegt, kom maar waar wij zitten. Dus toen kon ik mijn arm zo om zijn schouder zo leggen. Wat wel lekker was, want als er geen deurkruk is, kan ik niet dat evenwicht bewaren. En ik had ook geen papier bij me. Ja, een gladde vakantiefolder. En dat is geen wapen in de strijd tegen de diarree, hoor. En toen kwamen we het doortrekken aan. En dat is in China is dat wettelijk geregeld, hè? Want als alle Chinezen tegelijk de wc door zouden trekken, dan zat Taiwan aan het vasteland vast. En dan zie je die 5 onderzeeërs op de bodem liggen. Kabuki is het traditionele Japanse volkstheater.
En we waren een paar dagen in Tokio, 5 dagen, waarvan er al 2 verstreken waren omdat een sushi mij iets te rauw op de maag gevallen was. En wij logeerden daar bij de tweede secretaris van de Nederlandse ambassade. En zijn vrouw Joke, die zei tegen ons: jullie moeten dat kabuki zien. Ik zei: nou, Joke, moeten. Ja, jullie moeten het zien. Ik zeg: Joke, wat is er dan zo bijzonder aan het kabuki? Nou, zegt Joke, het bijzondere aan kabuki is dat de acteurs van achteruit de zaal over een loopplank, een soort passerel, in de modewereld heet dat een catwalk, in Duitsland een katzenspaziergangen. Daar komen die acteurs van achteraf over opgelopen om naar het toneel te komen en daar doen ze dan 1,5 uur over. Ik zeg: Joke, laten we lekker naar de bioscoop gaan. Nee, zeggen jullie moeten het zien. Zeg: maar wat is er dan zo bijzonder aan? Nou, zei ze, de vrouwenrollen worden door mannen gespeeld. En toen dacht ik opeens: hé, ja, dat is interessant. Want de vraag zijn of spelen interesseert me. En als je een vrouw moet spelen, dan kan je haar niet zijn. Dat is het wezenlijke verschil met het Europese theater. En zeker met het Nederlandse theater. Sorry dat ik even over mijn werk begin, maar dat is... Voor mij was het opeens heel wezenlijk, die kwestie daar. En niets is leuker dan over je werk praten en niets is vervelender dan iemand over zijn werk horen praten. Dat heb ik ervaren in Nieuw-Zeeland. Daar waren we een paar dagen in Nieuw-Zeeland, waren we in het Noordereiland, in de buurt van Auckland. Dat is ontdekt door Nederlanders, dat stukje Nieuw-Zeeland. Daar stonden ze zo in dat kraaiennest en riepen zo'n mannetje: land! En er stond er een met zijn kont tegen die andere aan en die riep: ook land! En die man die woonde daar in de buurt en die zat in de poot aardappelen. In het Engels is dat gay potatoes. En wat die man allemaal voor verhalen had, die was in 54 was hij met 2 aardappelen met die Johan van Oldenbarneveld uit de Vieringermeer vertrokken. En toen kwam in de Suezkanaal kwam eruit dat die aardappelen lesbisch waren. Oh, dat verhaal! Ongelooflijk. En nu heeft hij er 164. En ja, hebben we het over kruimigheidsgehalte gehad en droogkoopfactor en dat soort dingen. Nee, maar kijk, het verschil in Japan, daar speelt dus de acteur, de vrouw, die hij geacht wordt te zijn. En in Nederland is de acteur de boef die hij geacht wordt te spelen. Begrijpt u het subtiele verschil? Daarom krijg je hier ook dingen dat een acteur zijn criticus op zijn bek gaat slaan. Omdat hij zichzelf met zijn rol verward heeft, begrijpt u? Hij weet het verschil tussen zijn en spelen niet meer. Of de criticus weet dat niet, dat weet ik niet. Nee, maar kijk. Ik heb het alibi van een identiteit helemaal niet meer nodig. Ik hoef helemaal geen toneelspeler te zijn, zolang ik maar toneel kan spelen. Nou, nee, maar... Zolang ik kunst maak, zal het mijn zorg zijn. Of ik kunstenaar ben, dan wil ik ook wel ter dood veroordeeld wezen. Of zwanger. Of werkloos. Ja, jaren geleden had je hier de BKR. En als je in de BKR zat, dan was je kunstenaar. Tot die werd opgeheven en toen was je werkloos. Terwijl een spelende werkloze is een kunstenaar. Ze hadden de WW op moeten heffen en al die werklozen in de BKR moeten stoppen. Hadden we er in één klap 500.000 kunstenaars bij gehad. Ik heb zelf in die Koning Lear gezeten. En die Koning Lear, die man die dat dus moest spelen, die was de koning. Vanaf de allereerste dag. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik kom de eerste dag van de repetities kom ik met de auto aangereden. Ik weet ook niet waarom ik met de auto was. Het zal wel iets van een treinstaking geweest zijn of zo. Oh, ik weet het alweer. Mijn vrouw had de trein. En ik kom zo aangereden, die Koning Lear komt op zijn fiets en die zet zijn fiets tegen de muur. Nou, alsof je een paard stalt. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En dan liep je ook zo'n beetje zo eromheen, omdat hij bang was dat het achterspatbord zo uit zou halen. Maar kijk, en dat stuk, dat gaat over dus die koning die gaat zijn land verdelen onder zijn 3 dochters. Regan, Goneril en Cordelia. Het stuk gaat eigenlijk over het afstaan van de macht. He, daar gingen de repetities ook voornamelijk over. En dan aan het begin van het stuk dan staan dus die 3 dochters. Die staan hier met de raadsheren Kent en Gloucester. En die hebben dan stil spel. Dus ja, stil spel. Wat is stil spel?
Dus dat je hier stil staat. Ook niet stil zijn, maar... Ja, stilspel, hoe leg ik dat nou even uit? Wat is stilspel? Kijk, als hier bijvoorbeeld iemand zegt... Zijn of niet zijn... Dan moet je hier niet gaan staan met stilspel van... Huh? Dat is niet goed. Dat is niet goed, dat is geen stilspel. Maar je moet ook niet iets hebben van... Ja, dat weten wij nou wel. Dus stilspel is er zijn en er niet zijn eigenlijk. Ik heb die nar dus gespeeld in die productie. En na de pauze had ik niks meer te doen. Het eerste half uur ook niet, de laatste 40 minuten ook niet. En in die 40 minuten daartussen had ik 20 minuten stilspel. Dus dan zat ik hier, En dan hier had je die koning. En die werd door die twee dochters werd die dan de mantel uitgeveegd. Ongelooflijk. Oh, dat was een schandaal was dat. En die dochters die gaven die mannen van langs. En dan zat ik hier en dan zag ik heel langzaam het publiek in mijn richting zitten loeren. Met zo'n gezicht van... Zeg jij nou eens wat? Anders weet je het ook altijd zo goed. Maar ik had stil spel, hè. Ik mocht ook niet naar voren lopen van... Die jongens, hou even op, daar moet je kijken. Shakespeare die wist niet dat ik die rol zou spelen, begrijp je wel? Anders had ik wel meer tekst gehad. Anders had hij die andere mensen niet eens nodig gehad, begrijp je wel? Sterker nog, ik heb Shakespeare niet eens nodig! En dan elke avond kwam die koning, die kwam hier vandaan op, hè? Met een bijl, kwam hij zo op. En dat hele groepje met stil spel, dat bleef dan hier zo staan. Dus dan wist je, nou, dat is gerepteerd. Ja. Dan vind ik zo stom, dan komt iemand op met een bijl en je staat hier en heb je... Maar ja, als je blijft staan, ja, dan weet iedereen, oh, er gebeurt niks met die bijl. Dan vind je ze stom. Wegspanning. Dus dat noem je dan een regievondst, hè? Dus je doet net of er spanning komt, maar tegelijkertijd neem je de spanning weg door er niks laten gebeuren. Dus die man die komt op met die bijl, dat is de regievondst. Dus die man komt op met een bijl en die gaat hier dat podium openhakken. He, vanuit een soort gesubsidieerd gevoel van, kan maar geen donder schelen wat dat allemaal kost. En die hakt dat podium aan flat, daar zit ook een stuk cultuurprotest in. Een soort aantijging naar van waar begint de kunst en waar houdt vandalisme op. Weet je wel, die hele discussie die er nu dan gaande is binnen de kunst. He, want de graffiti is natuurlijk helemaal geaccepteerd als museumkunst. Als voortzetting van de grafiek, zal ik maar zeggen. Terwijl als je een telefoonhuisje sloopt, wordt dat nog altijd als vandalisme gezien. En niet als een voortzetting van de sculptuur in extremo, zal ik maar zeggen. Waar ik toch graag voor zou willen pleiten. Nee, maar dan moet je consequent zijn. En als jongens een treinstel slopen op weg naar een of andere voetbalwedstrijd... stel ten toon die trein. Begrijp je? Maak er iets van. En ga naar binnen met die knullen en zeg, nou kijk nou eens jongens wat jullie gedaan hebben met het bagagerek. Dan moet je eens kijken, dat heb je naar beneden getrokken en dat hangt zo. Zie je? Hangt zo. Dan heb je daar die bank open gesneden en dat heb je zo gedaan. Moet je eens kijken, als je nou dit had gedaan, wat er dan met die twee lijnen gebeurt. Moet je eens kijken wat er gebeurt, zie je? Dan krijg je toch een soort gulden snede, zie je, als je dat zo probeert. Ja, zo moet je die knullen groot maken. En die man die hakt dan het podium open en daar zou dan elke avond staat er dan een doos onder waar de geheime plannen in zitten. Maar die avond zijn ze om een of andere reden die doos vergeten neer te zetten. De inspeciënt aan de zijkant. Dus die man die hakt het podium open en dan ga ik thans weg. En in één klap is die van die koning die boerenlul met die fiets, begrijp je? Van hij heeft geen tekst. Dit was de regie vol Shakespeare weet van niks. Die heeft dit niet bedacht. Als Shakespeare dit had bedacht, dan had hij wel gestaan. Godverdomme! De doos is er niet! Mijn koninkrijk voor een doos, begrijp je? Nou, dan hadden die drie dochters wel raad geweten. Dus die... En die koning die staat in het zweet, breekt hem uit. Dan heb je hier dat hele zootje met dat stil spel, weet je. Die staan hier zo en dan van, wat is er aan de hand? Huh? Oeh, de doos is er niet. Moeten we iets doen? Nee, laat maar even zweten. Anders weet hij het ook altijd zo goed. En achter in de zaal zit de assistent-regisseur die elke avond meeleven. Ja. En die man doet dat zo luidruchtig dat het publiek in één klap achterstevoren in zijn stoel zit. Omdat men denkt dat de voorstelling daar verder gaat. Het publiek is zo in de war gemaakt door al die theatervernieuwingen. Mensen weten niet meer welke kant ze op moeten kijken. Wat erbij hoort, wat er niet bij hoort.
Er zijn abonnementhouders die komen uit Amstelveen met lijn 5, stappen op het Leidseplein uit, zien een beroving en hebben iets van... Dat hoort er al bij, hoort er al bij. Die denken dat Café Reinders van Gerrit Jan is. Echt waar, echt waar. En aan de zijkant staan die eerste patiënten. En als iemand een bloedhekel aan acteurs heeft, dan zijn het wel die theatertechnici. En die hebben gauw die doos gepakt. En zonder dat het publiek het kan zien, staan die hier aan de zijkant. Zoek je deze soms? En die man die staat hier te zweten. En op de achtergrond, hier staat een page. Weet je wel, die mag dan een brief opbrengen. Die staat hier. In die tijd was de post nog geprivatiseerd. Dus er stond zo'n... Later ook weer, en die staat dan hier. En dat was geloof ik al de 12e page van de productie. Omdat die koning elke avond, als hij dat podium had opengehakt, dan smeet hij zo die bijl achterover. Dus die jongens die konden wel bukken, maar dan ging hij door het achterdoek heen en dat was te kostbaar. Dus die jongens die stonden daar eigenlijk alleen maar om die bijl op te vangen, begrijp je wel? En die denkt, het is anders dan anders vanavond. En de doos is er niet. En dan besluit hij die koning te gaan helpen. En zonder dat het publiek het in de gaten heeft, gaat hij achter een stuk decor naar de zijkant, pakt hier die doos weg na een enorm gevecht en komt terug. En zo ongemerkt mogelijk maakt hij weer dat hij terugkomt op die plek waar die koning staat. En mensen hebben niks in de gaten, het publiek. Denken dat het er allemaal bij hoort. Een regiefonds, begrijp je wel. En die jongen die komt bij de... Ja, bij die koning aan. Ja, aan. En die... Kijk, dit is nou precies het dilemma van het experiment. Je begint ergens aan, maar hoe loopt het af, weet je wel. En die jongen die maakt het hele decor weer zo gauw mogelijk in orde. Het publiek heeft niks in de gaten. En... Lijkt die oude Volkswagen wel. En op het moment dat die koning die doos in zijn handen heeft, is die weer de koning. Ga ik thans mijn geheim plan onthullen. En dat hele groepje van dat stille spel, dat krimpt in elkaar. Want straks is de koffiepauze en dan krijgen ze de verlangs. Ergens in de toiletten hangt de assistentregisseur aan een touw te bummelen. Alleen aan de zijkant zijn ze opvallend ontspannen. Thans mijn geheim plan onthullen. Hij haalt die deksel. En hier staan ze aan de zijkant dan met die papieren te wapperen. Zo. Zoek je deze soms? Zijn of spelen, dat is de vraag. Zolang die man de koning is, moeten die papieren er zijn. Als je de koning speelt, kan hij spelen dat de papieren er zijn. En die joker zegt, jullie moeten dat kabuki zien. Ik zeg, nou Jok, laten we het proberen. Hè? Niet geschoten is altijd mis. En zij geeft de chauffeur opdracht om te bellen. En die chauffeur die komt na 1 minuut terug en die zegt uitverkocht. 5 maanden lang uitverkocht. 2 voorstellingen op een dag, moet je voorstellen. 11 uur, 5 uur. Voorstellingen van 4,5 uur, 1,5 uur catwalk en 3 uur schoonspel. Uitverkocht. Ja, je kan bij de kassa gaan staan, maar er staat een rij van hier tot Tokio. Ik zeg, nou ja, jammer Jook. We hebben het geprobeerd. We hebben het gevraagd, we gaan wat anders doen. We gaan gewoon lekker een beetje lotusbloemenpunniken vandaag. Maar Joker was niet voor een gat te vangen. Die zegt, kom op, we gaan er naartoe. Die zegt, de chauffeur gaat de auto halen. Die man die haalt die auto, we rijden erheen. Een Victoriaans gebouw te midden van de moderne hoogbouw. Een enorme rij mensen bij die kassa. En die chauffeur die wil ons eruit gooien. Maar Joker zegt, parkeer hier. Waarop die man zegt, ja maar hè, voor de ambassadeur, het is verboden. De ambassadeur, daar heeft de politie wel respect maar voor, maar voor een vrouw. En Joker die geeft hem een blik van 7,4 op de schaal van Richter. Dan krimp je in elkaar hè, op je achterbank. En zegt tegen de chauffeur, kaartjes halen. En die man die gaat die auto uit en die loopt naar die kassa als een jongetje dat naar Albert Heijn gaat en weet dat hij zonder Air Miles terug zal komen. Vriend van mij is zo bang om te vliegen dat zijn vrouw die kocht al bij Albert Heijn, die is naar Dirk van den Broek overgegaan.
Je krijgt nou ook al airmails bij Jomanda, heb ik begrepen. Vrouwtje bij ons in het dorp ging van de week weer naar Tiel en die deed raampjes open. Ik ga voor de 13e keer naar Jomanda. Het is maar goed dat ik niet bijgelovig ben. En die man die komt terug, die zegt, het is uitverkocht. Ik zeg, nou ja, jammer Joke. En Joke zegt, heb je er wel bij gezegd dat je van de Nederlandse ambassade bent en dat we twee hele belangrijke Nederlandse gasten bij ons hebben? Natuurlijk had hij dat erbij gezet. De Japanners zouden toch niet aan denken om voor te dringen zonder de rugdekking van westerse onbeschoftheid. Ik zeg, Joke, jammer. Maar je ziet, het is vol, een hele rij mensen. We gaan lekker naar huis. We gaan een beetje bonsaiboompjes snoeien. We krijgen die dag heus wel klein. En allemaal van die opmerkingen die op Joke werkten als ecstasy op een volksdansgroep. Slechts aan de grond gehouden door haar handtasje, rende ze naar die kassa. En omdat ik ook van straattheater hou, ik erachteraan. En Joke komt onderweg een klein mannetje tegen en zegt, call the manager. En dat mannetje zegt, I am the manager. Then call the boss. En er komt zo'n reus van een vent komt er naar buiten, zo'n kerel. En gelijk steekt Joke van Wal. I am Joke van Wal. En this here is Mr. de Jonge and he is one of the most famous actors of Europe. En ik zag die man naar mij kijken. Zoals een boer naar een beren gezeugd kan kijken, weet je. En ik probeerde mijn hele houding een beetje in overeenstemming met de zojuist geschetste status te brengen. En Joke zegt, we have to see the show. En die man die verdwijnt achter een deur met twee Japanse karakters. Die er zo ernstig uitzagen dat wij maar even buiten bleven wachten. Allemaal mensen stroomden langs ons heen en binnen. Mensen die maanden geleden hun kaartje hadden gekocht. Vanaf het toneel hoorden we muziek waarvan door de aard niet helemaal duidelijk was of het orkest al aan het spelen was of pas met stemmen was begonnen. En opeens vliegt die deur open. Die man die komt met drie kaartjes naar buiten voor de 5 o'clock performance. Impossible, zei Joke. Impossible. Mr. de Jonge has to perform himself tonight. We have to see the show now. Ik zei, Joke. Kom op, Joke, het kan niet. Kom op, we gaan naar huis. We gaan een beetje origamiën met z'n allen. Kom, kom. En die man die was weer verdwenen naar binnen. En ik sta al half buiten. Zie ik over mijn schouder hoe Joke van achteraf van die pastorel zo naar voren loopt. Het publiek had gelijk in de gaten dat dit niet een vrouw was die door een man gespeeld werd. En waar de Japanners anderhalf uur over deden, dat deed ze in 10 seconden. Ik was niet graag met haar naar de dopingcontrole gegaan. En ze springt op het podium en begint gelijk van Sumi Masen, Joke van Wal. En ik had een heel verhaal in het Japans houden en opeens hoor ik mijn eigen naam. En op dat moment is van slag dat hele systeem dat mijn sluitspieren coördineert. Ik sta achter op die pastoraal en ik zeg... Maar Joke, ik ga een beetje origami. En dat publiek dat kijkt om. En dat ziet mij en hun mond valt open. Zo mooi hebben ze de kabuki nog nooit vertolkt gezien. Door een Europees acteur. En ik zeg, Joke. Ik hoor Joke, kom je aan. Ze kunnen me letterlijk verstaan, Joke. Ik doe er anderhalf uur over, hè. En ik kom op het toneel aan en er staat een soort meubeltje. En ik doe een la open, ik pak er een paar trommelstokjes uit. En ik begin op een internationaal niveau te communiceren.
was een kabuki-koe. Waar je zo aan toe was, omdat je heel erg moe was van een lange fietstocht, gemaakt omdat je iets zocht. Bijvoorbeeld God of iemand anders die niet leeft en toch zijn eigen omroep heeft. Met zijn eigen radiobode, de Bijbel in een andere code, een frequentie voor je lot. En een golflengte voor God. Of er is iets met je bel. Doet hij het niet of doet hij het wel? Een kind gaat zomaar oversteken. Heeft niet eens goed uitgekeken. Je belt je bel, maar die is stuk. Voor het kind nog een geluk. Dat je remmen het nog doen. Dat je stilstaat voor zijn schoen wordt overreden door je wiel. Of er is iets mis met je ventiel. Dat je je suf met je hand pompt. Maar dat er geen lucht in je band komt. En je denkt, was het dan een oorlog? Had je houten banden? Je moest wel op hongertocht. Maar je kon tenminste zo wegfietsen. Dat laatste rijmde voor geen meter. Maar gelukkig, dat deed er niet toe. Als je denkt, hè, even lekker, start je buurman zijn blek en dekker. Want als hij eindelijk gaat boren, zal ook de hele buurt het horen. Dus loop je naar de schutting en vraag, kan het uit dat kutting? Nee, zegt buurman, ik ga door en voel mij werkelijk herboren. Dan roep je barend in het zweet, stop dat ding maar in je reet. Wat buurman onmiddellijk doet, de ramen zitten vol met bloed. In paniek roep buurman vlug, breng me razendsnel een plug. Je besluit de buurman te gaan helpen, slaagt erin het bloed te stelpen. Om het geheel wat te verfraaien, wil je er ook een schroef in draaien? Waarom vraagt buurman die een karaf pakt, omdat je broek dan nooit meer afzakt? Een hond is om te blaffen, meer kunnen honden niet. Dus dacht ik, weet je wat, ik maak een hondenblafferslied. Are you ready, dogs? Start barking! Zit je eindelijk met een goed boek, komt je moeder op bezoek.
Geen probleem, normaal gesproken. Ik hou van haas, ik kan goed koken. Nee, wat ik de pest in heb, is dat ze komt met tante Beb. Ik hou van mensen, ik ben een tolerante, maar er zijn grenzen en die liggen bij die tante. In elke familie heb je wel neven waar zo'n tante zich heerlijk op uit kan leven. Bij gebrek aan de vibrator is de neef dan stimulator. Ze verleiden je met kwatta-repen, meestal komen ze uit Epen. En ze komen in geen week klaar, een incest was al niet bespreekbaar. Er werd nog nauwelijks iets besproken. Want niemand had iets tegen roken. Het waren die heerlijke oorlogsjaren waaraan we zulke geweldige herinneringen bewaren. Mijn oom vocht voor de vijand en mijn vader reed op houten banden. De allermooiste boeken brandden, ze kreep je fijn in alle standen. Tante Beb. Dus ik sta daar op dat toneel in Hiroshima, in Tokio. En ik vraag aan het publiek. Houden jullie van de blues? En ze komen als één man overeind. En ze roepen. Nee. Wat Japans is voor ja. Maar dat wist ik toen nog niet. Zij zeggen Nippon en wij zeggen Japan. En ik zeg, Joop, kom op, Joop. We gaan, en op dat moment komt die baas met drie kaartjes dat podium opgelopen. Ik gris uit zijn handen, ik wenk mijn vrouw. Maar Joke die wil eerst nog even weten waar we precies komen te zitten. Derde rij, eerste balkon. So that means that we can see the actors walk on the passerelle. Not for the first hour. Then you have to give us better seats. Ik zeg, Joke, kom op Joke, we gaan naar de boekwinkel. We kopen een boek over kabuki. Een kabuki-boekie. En we gaan lekker plaatjes uitknippen en die leggen we op tafel. En dan gaan we heel voorzichtig mee schuiven. En dat doen we anderhalf uur over. En die man die loopt voor ons uit. En dan had je daar naast die passerelle een loge waar een paar dametjes vingerhoedjes met sake zaten te drinken. En hij doet zo en die dames die maken buigen dat ze wegkomen. En hij geeft de loge voor ons. Ik ga meteen op mijn knieën zitten en Joke zegt, I see no chairs. So that means that I have to sit on the floor for 4.5 hours with my back. Ik zeg, Joke, ga alsjeblieft op mijn rug zitten, alsjeblieft. Als die man een pistool had gehad, had hij Joke onder gejuich van het publiek dood kunnen schieten. Japanners houden van op tijd beginnen, dat weten we sinds Pearl Harbor. En die man die trekt onder drie willekeurige kontjes zijn stoel vandaan, smijt hij in de loge. En op het moment dat we gezeten zijn, geeft Joke mij een ferme Oliver Hardy hoofdknik. Het zaallicht gaat heel langzaam uit. Het licht op de passerel gaat aan. En van achteruit de zaal zien wij de acteurs opkomen. Die aan hun anderhalf uur durende wandeling gaan beginnen. Waarvan ieder gebaar een wereld van meditatieve hallucinaties inhoudt. Maar die voor de leek een marteling zijn. Wat duidelijk maakt dat de onzin waar de een zich in kan verdiepen voor de ander volstrekt raadselachtig kan zijn. En bij sommige van de vrouwen kan je zien dat voordat ze aan hun lange wandeling begonnen zijn, ze vergeten zijn het vuil van de balzak van de binnenkant van de dijk te trekken.
Spooky. Leven het theater. Leven de diplomatie. Dank u wel, dames en heren. Dat is heel goed van u begrepen dat u deze blackout even moest invullen met een applausje. Anders was er een pijnlijke stilte ontstaan. Als je denkt, oh, een GroenLinkse zit je ongenadig mis. Ik wil alleen maar zeggen hoe geweldig denken is. Ook dieren moeten lijden, ook dieren hebben pijn. Dat komt omdat de slager vraagt, mevrouw, wat mag het zijn? Katten kunnen spinnen, honden hebben een trouwe blik. Maar dieren hebben geen hersens, dat noem je zwezerig. Als dieren konden denken, werd het abattoir een front. En draaien alle slachters aan een vleeshaak door hun kont. Als je denkt, oh, een vegetariër zit je ongenadig mis. Ik wil alleen maar zeggen, hoe geweldig denken is. Kinderen moeten lijden, kinderen hebben pijn. Dat komt om voor ze kunnen denken, ze al consumentjes zijn. Alles wordt ze door de strot geduwd, ook al hebben ze geen trek. Van het sperma van hun vader tot Nintendo en Big Mac. Als kinderen zouden denken zoals volwassenen doen, was euthanasie niet nodig, hadden geen ouders en pensioen. Als je denkt dat ik fatalist ben, zit je ongenadig mis. Ik wil alleen maar zeggen hoe geweldig denken is. Houtkapdemonstranten, artsen zonder grens, pacifisten. Geweldlozen zijn volgens mij geen mens. Ze snappen niks van mensen, ze zijn maar wat aan doen. Begrijpen niets van denken, heten niet zonder reden groen. Mensen blijven kappen. Kluiven aan varkenspoot. Komieken maken grappen. Het publiek, dat lacht zich dood. Als je denkt dat ik moralist ben, zit je niet eens ver mis. Ik wil dolgraag zeggen hoe gewelddadig denken is.
dankjewel, dames en heren. Dankjewel. Altijd leuk, zo'n staande ovatie tussendoor. Ik weet niet of u de krant wel eens leest, dames en heren, maar een paar dagen geleden stond deze advertentie erin. Dit is, kan u die foto zien, dit is het Centraal Station in Amsterdam. En hier staat vanaf 1 januari, staat hier een ander station. Dus kijkt u nog maar even goed. Ze gaan de drugs nu echt aanpakken in Nederland. In Rotterdam hebben ze dus geprobeerd om de junks bij het station weg te halen. Dat is niet gelukt. In Amsterdam gaan ze het nu andersom proberen. Een prettige reis. Wij gaan ervoor. Deze stond er gisteren in. Weer een hele pagina. En daar staat wat er van een keurige beveiligingsman terecht kan komen. Dit is een beveiligingsman van de NS. Die heeft zich dus verkleed als junkie om zo te kijken of wij niet per ongeluk zonder kaartje het station binnenlopen. Dus als u deze mensen ziet liggen, ga er niet tegen aantrappen in het idee, met het idee dat het een junkie is die toch niks terug kan doen. Dat kan u wel eens duur komen te staan. Een ondernemende NS. Nee, een ondernemendens. Wij gaan ervoor. We gaan ervoor. En dan ook dat vignetje. Vind je het gek dat de trein af en toe ontspoort? Deze vaas, dames en heren, die komt uit Vietnam. Die komt uit Vietnam. En ik weet niet of u uit de verte kan zien wat er... Hier staat Moskou 10688. En zie je, hier zie je meneer Gorbachev. En hier zie je meneer Alzheimer... Meneer Reagan. En dan hebben we hier hebben we het Capitool en dan hebben we hier weer diezelfde twee heren. Dat is een half jaar eerder in Washington. Hier hebben we het Kremlin. En dan heb je hier weer Moskou en dan heb je hier weer het Capitool. Nou, dat gaat zo een hele tijd door en zal ik daar niet langer mee vervelen. En dit is het moment, zeg maar, waarop de Koude Oorlog beëindigd wordt. De ondertekening van die verdragen. En deze vaas die is dus gemaakt in Vietnam. En dat is dan het symbool, hier ook allemaal vredesduiven, van het einde van de Koude Oorlog. En toen ik die vaas zag, toen dacht ik, ja, dat is nou precies het gevoel voor humor wat ik heb. Ja, eigenlijk is het verschrikkelijk en toch is het, ja, ook heel mooi. En ik dacht, ik laat die vaas naar Nederland komen en daar ga ik iets leuks mee doen. Maar ik moet u eerlijk zeggen, dat mij tot nu toe nog niets leuks te binnen geschoten is. Ja, ik weet wel iets leuks, maar dat kan je dan maar één keer doen. De vaas op zich zijn de kosten niet. Het ding kostte 25 gulden. Twee keer de omzet van een hele maand. Maar het is het vervoer. Toen ik dit ding 9 weken geleden in Rotterdam ophaalde, zaten er 20 bootvluchtelingen in. Die moet ik nou 2 keer per dag water geven, dus dat is een hele zorg. Zo hadden wij een buurman die op een dag zei, ik ben God. Nu was mijn vader predikant, die niet hield van dat gespot. Op mijn vraag of het zou kunnen, zei hij nurks achter zijn krant, God woont in de hemel, jongen, en niet aan de overkant. Maar om mij dat te doen geloven, had zijn opvoeding gefaald. Door ruimtevaart en evolutie waren hel en hemel achterhaald. Toch in die tijd waren de vaders hun zonen nog mentaal de baas. Je durfde nauwelijks vragen stellen, bijvoorbeeld hoe het zat met Sinterklaas.
met Joop het overbuurkind spelen bleef ik doen, vond ik gewoon. Ik dacht nooit als ik won met knikkeren, ik ben beter dan Gods zoon. Hij deed af en toe een wonder, veranderde een drol in fruit en als de bal te water raakte, haalde hij hem al lopend uit. Zoveelste variatie op het thema op het waterloop. Ik weet niet of u zich nog kunt herinneren, een maand of 10 geleden was de paus opeens ten val gekomen in de badkamer. Typisch geval van stiekem oefenen als je het mij vraagt. De laatste variatie hoor ik 3 dagen geleden op de golfbaan. Mijn vrouw en ik, wij golven sinds kort. En ja, we doen alles wat Joep van het Hek verboden heeft. En ja, we hebben zelfs een Lada gekocht om naar het golven te kunnen gaan. En Petrus en Jezus die staan op de 10e hole. He, dat is zo'n tee-off, zo'n afslag waar je de bal... En Jezus vraagt aan Petrus welke club, welke stick, welke stok... Gebruikt Ballesteros hier altijd, hè? Ballesteros, dat is de grote Spaanse golfcrack, Savvy Ballesteros. En Petrus zegt de 7, heer. Dus Jezus die pakt die 7 uit die tas en die geeft die bal een hengst en die bal belandt te water. Belandt te water, ik weet niet of dat kan, belandt te water. Plonst in het water. Nou, misschien is dat ook een pleonasme. Ja, een water kan niet op het land plonsen, dat kan niet. Nou goed, die bal die komt in het water. Lateraal water. Er zitten een paar golfers in de zaal. En Jezus die zegt zijn eigen naam hardop. En... en Petrus zegt... Nou. En Jezus zegt... Fuck off, maf Kees. Ga die bal halen. He, zoals Jezus dat zeggen kan, weet je wel. Die toon die ook tegen de Corinthiërs aansloeg. En Petrus stroopt zijn broek op, die gaat te water, die komt met een balletje terug, legt dat neer. En Jezus zegt, nou nog een keer diezelfde vraag. Ja, zegt Petrus, dat is spijt me, maar ik moet hetzelfde antwoord geven. De 7. En Jezus geeft die bal weer een hengst, weer te water. Nou, zegt Petrus, ga hem zelf maar halen. Jezus gaat hem halen, loopt over dat water. Staan een paar mensen te kijken, die zeggen tegen Petrus, moet je kijken, die vent denkt zeker dat hij Jezus is. Nee, zegt Petrus, het is nog veel erger, hij denkt dat hij Ballesteros is. Wat denkt u, dames en heren, zou ik een beetje mee kunnen in die moppentoppers? Joop deed af en toe een wonder, veranderde een drol in fruit... en als de bal te water raakte, haalde hij hem er lopend uit. Toen ik dit mijn pa vertelde, bleef hij onveranderlijk stug. Hij zei, kleum het naast de kachel, kom na de winter maar eens terug. Verder zei hij handen wrijvend wat betreft die hondendrol. Als jij dat fruit lekker vindt smaken, eet jij je buikje dan maar vol. Op een zondag vroeg mijn vriendje, kom je spelen bij me thuis? Gaan we eerst wat ganzen borden en dan wat hangen aan het kruis. Maar bij hun hemelpoort gekomen, scheet ik 7 kleuren stond. Vrees niet, zei mijn vriendje Jezus, dat is Paulus, onze hond. God stond in de tuin te scheppen. Ik mompelde iets over zondagsrust. Ach, zei hij zijn spade heffend, weer een Judas die mij kust. Jezus, wat een bij de handje vast, het zoontje van de dominee. Toen begon mijn hoofd te schudden en ik schreeuwde 3 maal. Nee! Petrusje, zei God, logenaar, al een heel mens en nog zo klein. Toen ging de bel en God verzuchtte, dat zullen die 2 engelen zijn. 2 mannetjes in witte jassen pakten hem onder zijn oksels beet, smeten hem in een ziekenwagen die sirene de straat uitreed. Ik wilde schreeuwen, mijn stem stokt, ik gebaarde, Jezus, geef mij hoop. Toen mijn vriend mij wakker schudde, zeggend, ik ben Jezus niet, ik ben Joop. Weet je het nu, vroeg mijn vader, zelfverzekerd. Ik zei, ik geloof dat ik het weet. Die fantast mag dan God niet wezen. Ik blijf voor altijd zijn profeet.